sick wil krijgen in de chat. Computerspelletjes spelen. Yo, Nelse makkers. Ik heb een overeenkomst met lekker spelen. Dames en heren, daar zijn we weer. Oh, baby, wat ben ik vrolijk. Wat ben ik vrolijk vandaag. Hij is vandaag zo vrolijk. Ik merk het al een beetje aan je, maar ik weet niet wat er precies aan de hand is. Je zat iets te teasen aan mij. Ik ben echt al wekenlang aan het popelen voor deze stream. Dit is niet alleen gewoon genieten voor mij. Dit is genieten voor jou ook, Peter, deze stream. Wordt echt... heerlijk. In principe is het al vrij oud en niet zo bijzonder meer, hoor. Dus ik weet niet waarom zo... Het is niet de tierlijst. Peter. Hey, you very good. Ik heb zo meteen wat voor je. Zet Peter maar vast in die ijstier. Jongens, ik heb een verrassing. Okay. Was het goede tier? Oh, S-tier, dankjewel. Ik heb een verrassing. Dat is niet per se voor de kijkers. Ja, maar ik ben helemaal... eerlijk gezegd, ik ben echt geen verrassing, man. Ik hou niet van verrassing, want ik weet... Nee, maar jij gaat dit echt gewoon mooi vinden. Nee, want weet je wat het is? Ik hou niet van cadeautjes. Cadeautjes geven vind ik wel leuk. Want dan heb ik de druk niet. Want je krijgt de druk van het kijken. Ja, maar Peter, geloof me. Wat zeg je, de druk van het krijgen? Zeg ik dat? Men zegt dat je heel zacht bent, valt er wel meevallen. Ben ik zacht? Is hij niet te bestaan? Je moet wel horen, want mensen willen jouw reactie horen. Ja, we gaan het gewoon eerst even goed zetten. Beetje zacht. We moeten gelijk staan. Even hard staan, jongens. Ja, maar dit is een belangrijk moment. Dit gaat mooi worden, jongens. Niet voor jullie. Deze is niet voor jullie. Vanavond mijn verstandskiezen zijn getrokken en kan niet lachen. Peter, doe je ding. Zometeen ga je een glimlach krijgen, hoor. Check. Volgens mij ben ik luider dan jij bent. Nu toch, of niet? Gisteren, toen ik op weg naar huis was, liep er iemand langs me met zo'n paardje. Mooi beestje. Voel knoppie, jongens. Voel knoppie. Dank jullie wel voor het zeggen. En dank jullie wel voor het chippie. Maar even wat ik wel even duidelijk wil maken. Je hoeft niks te geven en helemaal niet zo publiekelijk. Peter, echt een softie. Het is misschien... Je bent gewoon een softie, het maakt niet uit ook. Dan maak je ook een mooi mens. Weet je wat het is, Peter? Het is zeg maar niet voor de kijkers. Het is een grote stap voor lekker spelen, een nieuwe richting in. En ik ga het gewoon zeggen, het is een nieuwe sponsor. Het is een nieuwe sponsor, Peter. Niet normaal. Hebben een nieuwe sponsor. Maar hoe kan ik dit niet weten, zeg maar? Hoe kun je dat... Een nieuwe sponsor. We zijn gesponsord, eindelijk. Okay, en ik ga het gewoon zeggen, Peter, dit is niet normaal. We hebben hem te pakken. Waar moet ik nou aan denken? Wat voor sponsor we hebben dan over? Wat is een van je favoriete merken ooit ter wereld? Ja, maar dan... niet Logitech dan. Niet Logitech. Die wou ik wel bijna zeggen. Ja, maar ik zit te denken van, wat moet ik dan... Maar ik vind het lullig, dan zeg ik misschien de verkeerde. Moet ik echt mijn favoriete merk dan zeggen? Ja, tuurlijk. Ja, maar niet boos. Want ik weet hier helemaal niet. Dit is allemaal voor mij ook helemaal... Nee, ik ga het gewoon zeggen. Ik kan het wel zeggen. Of wil je niet zeggen dat ik... Nou, maar zeg je de andere merken, dan sta ik van lul hier. Oké, maar ik zou Samsung zeggen. Vanaf vandaag officieel gesponsord door Samsung! Oh! Baby! Oh, echt? Ja! Dat is echt een titaan! Titaan! Echt, het gaat echt mooi doen worden, jongens. Echt niet normaal. Dit is een titaan! We hebben hier echt hard voor gewerkt. En de tijden dat we echt de meeste kijkers hadden... Echt, Peter, jammer dat je er niet bij was. Wat? Maar echt, dat was echt een mooie tijd. We hebben een sponsor binnen gesleept. Ik heb een sponsor. Samsung. Nee, niet jij. Niet jij. Zeg maar, toen jij weg was, hebben we een sponsor binnengehaald. En ja, ik ben echt zo blij om dit met Egbert te mogen doen. Egbert, echt dankjewel dat je dit ons vindt. Dankjewel, chat. Samen. Ik echt. Ambassadeur. Dit is zo'n mooie kans voor ons kanaal, Tibor. Ik vind het zo prachtig, hè. Dit is heerlijk. Dit is ongelofelijk, Egbert. Chat. Dankjewel, Tibor. Dankjewel, gast. Jij en ik. Samsung ambassadeurs, hè? Wij hand in hand hebben dit zo mooi even gedaan. Dit is niet normaal. Ik had dit echt niet durven dromen. Ik weet nog, toen we die show samen hadden opgezet, weet je wel. Dat ze zeiden zo, jullie zijn echt een topduo. Jullie van Lekker Spelen zijn echt misschien de beste ambassadeurs die we ooit gaan krijgen hier bij Samsung. Dit is niet normaal. En weet je wat het is? Egbert, ik ga het ook gewoon, Peter, dit is ook voor jou misschien mooi. Wij, Egbert en ik, mogen gewoon... tijdens een stream van Samsung, de grote stream van het jaar van Samsung, gewoon commentaar, live verslag geven. Oh, Samsung is in, baby! Chat, dank jullie wel.
voor de liefde en de support. En Timo, ja, bedankt. Nee, en Samsung, bedankt natuurlijk. Joh. Dat jij me die kans hebt gegeven. Wij gaan verder met de stream, Peter en ik. Echt dankjewel. En wij spreken elkaar nog wel, gast. Hey, ja, ik hou van je, man. Ja, we spreken elkaar. En ik zie jullie bij het event, chat. En ik hou van jullie. Woo! Oh, een heerlijke gast dit, joh. Heerlijke gast. Waarom zou ik daar blij mee zijn? Waarom was zo, het is gewoon een stap voor lekker spelen. Dat Egbert en ik zijn gesponsord door Samsung. Ambassadeur. Ja, maar jij bent ook duidelijk de minst sponsorbare van de twee ook. Nee, dat... Maar waarom ben je nou gaan zuren? Ik dacht dat je blij voor me zou zijn. Nou, je was het aan het opbouwen alsof het een verrassing voor mij was. Dus ik... Dit bedoel ik dus een beetje van... Nu moet ik doen alsof ik er blij mee ben. Maar waarom zou jij gesponsord moeten worden? Ik ging er niet van uit. Ik heb er niet om gevraagd. Je begon er maar zelf mee. Je hebt helemaal mee. Niets gedaan om gesponsord te worden. Maar je had het ook maar. Even anders kunnen brengen. Zodat het niet zeg maar zo opgebouwd werd nadat alsof ik er iets mee te maken had. Je bent ook gewoon gunnen. Ga je nou zuur worden echt? Want ik dacht. Niet zuur. Je houdt van me. Je gunt me dit. En Egbert is gewoon een topgoos. Toen jij weg was, hebben we echt prestaties neergezet met het Lekker Spelen kanaal. Dat ongekend is eigenlijk. De cijfers die schoten omhoog. En dat is niet normaal. En toen je terugkwam, was het weer weg. En we hebben gewoon tijdens die cijfers gewoon een deal te pakken cijfers met Samsung. Die waren gewoon een beetje, tuurlijk, werden die wat minder toen ik wegging. Vorig jaar, we hebben het over toen ik eventjes waren een paar meer maandjes toen je gewoon eventjes... het was een beetje emotioneel natuurlijk om... Ja, die Donkey Kong speed toen je wegging, maar ging het juist heel goed met het kanaal. En toen... Nou, volgens mij was het gewoon een beetje plateau en ik dacht ik moet terugkomen om het te redden, heb ik het meer het idee. Nee, dat is niet waar. Dus, maar het maakt niet uit en ik ben heel blij. En chat, ik wil je ook bedanken. Egbert, ik wil je ook echt bedanken. En we gaan er zoveel meer van Samsung zien op dit kanaal. Je hoort echt prachtig. Peter, echt, heb je nog zo'n zin? Lekker weer stream. Maar is er niet een manier... Tierlijst. Misschien kunnen we het achter de stream bespreken of ik misschien... Nee, ik heb het wel besproken gezocht tekend, contract. Contract zegt, jij mag niet tijdens... je mag geen commentaar leveren, jij. Ik ben best goed in commentaar op zich, hoor. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar Peter, we gaan vandaag even een tierlijstje in elkaar maken. Okay. Naast het grote nieuws van vandaag is het toch wel prachtig. Heerlijk. Ik ben helemaal vrolijk ervan, jongens. Ik weet niet, ik was gewoon wel vrolijk, maar nu weet ik niet echt wat ik moet voelen meer. Eigenlijk eerder. Ik ben eerder verward of zo. Want het is niet zeg maar dat ik het je misgun, maar het is ook een beetje van... Nee, je klinkt een beetje zuur of het zo. Het voelt niet alsof ik in de prijzen val, terwijl je het wel zo bracht. Nou, ik heb dus het gevoel van... Ik zag het zo, zeg maar. Ja. Ik ben Messi. En ja. Laat even kijken. Er komt De Jong komt aan. Die maakt een goaltje. Gaat Messi toch ook gewoon juichen voor De Jong, of niet? Nigel De Jong? Nee, dat maakt niet uit ook. Maar ik dacht, ik snap mijn punt wel. Maar goed, okay, Peter. Nou. We gaan een voor tierlijstje doen vandaag. Nou ja, mijn idee was... En ik wil het eigenlijk al een tijdje geleden doen. Het voelt misschien een beetje... niet eens meer zo vers, weet je wel. Nou ja, aan de andere kant. Wie heeft er nou een PlayStation 5? Niemand. Niemand nog. Niemand. Het idee is in ieder geval... We gaan een beetje de nieuwe generatie en de nieuwe Xbox'en zijn uit. De nieuwe PlayStation's zijn uit. Ik dacht, laten we een beetje terugblikken op de vorige generatie aan games. En laten we even die PlayStation 4 tierlist in elkaar knutselen. En het is gewoon een inkomertje. Gewoon even al eentje om in te komen. Dat doen we daarna even. Ik zit te denken. En dan mogen jullie alvast een beetje over nadenken. Misschien de volgende tierlist straks. Ja. Schattigste dieren. Ja. Of shippies. Dan moeten we nog maar even bespreken met het chat. Kijken. Dino's? Maar gewoon dino's. Eerst even misschien die videogame talk een beetje inkomen. Even kijken hoe dit ook weer werkt. Dit hele formatje. En wij doen het wel iets anders. We gaan alle suggesties in de chat worden geopperd. We gaan zeg maar de beste PlayStation 4 games. Die opperen jullie. Maar eigenlijk alles is op de PlayStation 4 uitgekomen. Behalve eigenlijk Mario. Alles, ja. Behalve Mario. Het is eigenlijk bijna meer een blik op de vorige generatie inderdaad. En dan pikken we die eruit, zetten we ze in en bepalen wij wel wat wij ervan vinden. Dus het kan zijn dat jouw S-tier is en dan gaan wij wel even kijken. Dan zien we wel even. Je kan er dingen voor alerts aanzetten. Dan kunnen ze misschien met dingen opgooien en alles. Dus we gaan met PlayStation videogames. Avond. Hey, avond. Welke spellen wil je niet zelf eerst eentje opgooien om mee te beginnen? Ja, maar dat, denk dat, ik maar dat ja, vind ik moeilijk, want dan ga je bijna altijd met de S-tier. Ja, dan ga je met de goede beginnen. Timon en Peter, luister even naar mijn misselijkmakende mannen. Okay. Wanneer gaan we nou een filmstreampie doen? Een film, dat kan wel. Prime kan met Prime, hè? Maar er staan niet echt films op die echt lekker spelen kijkbaar zijn, zeg maar. Geen Mortal Kombat-achtig, het is niet echt... Er zijn allemaal leuke films erop, maar niet echt van... Oh, laten we kijken, de past op bij dag, ons. Je weet het nooit. Maar het past nu nog niet bij ons, zeg maar, de films. Het is wel prachtig dat het kan. Het is wel prachtig dat het kan. Timon Tires, Loket. Boom. Boom. Heerlijk, hoor. Ik weet niet. Ik zat erin, we kunnen ook gewoon een tierlist met Samsung-apparaten maken. Nou, dacht nou, ik, kun je wel voorbereid, hoe is zeg maar. Okay. Laatst echt lachen toen je die ruit ingooide. Oh ja, hoi Peter. Ruit ingegooid? Dat weet ik niet meer. Elf maanden, wat voor tiersup ben ik? Oh mijn god, Exting. Ik weet niet wat die gast allemaal brabbelt. Gaf zichzelf een S-tier. Gaf hij zichzelf? Je kan jezelf geen S-tier geven, dat slaat nergens op.
Dat is gewoon heel zielig zelfs bijna. Maar laten we gewoon beginnen. Laten we gewoon in de chat kijken wat zij opgooien. En het eerste wat je ziet gewoon gaan. Ja, ik zag even staan dat we nog steeds een beetje zacht zijn. Dus ik probeer het een beetje te fixen. Ondertussen is het iets beter, jongens. Want dan gaan we gewoon gaan we erin duiken. De chat die heeft wel allemaal ideeën. Maar het is wel inderdaad... Ik zie al een valkuil in onze tactiek. Iedereen doet inderdaad wel die echte... De grootste titels denk je gelijk aan. Maar dat is niet erg per se. Dat is niet erg. Als het voor hun de grote titels zijn. Timon. Want als we het zelf gaan doen, dan gaan we allemaal zeggen spel die we zelf leuk vinden. Dat slaat, dat slaat nergens op ook. Oké, we gaan gewoon een paar bijpakken, denk ik. Ik heb hier ook een mooi lijstje al, hoor. We kunnen bijvoorbeeld gewoon een paar uitgrissen. Bijvoorbeeld... Dat moet je eigenlijk dus niet doen, hè? Ja, oké, ik kan ze ook opzoeken. Maar ik dacht, we gooien er even eentje in alvast. Ja, oké. Okay. Want waar wil je op wachten? Kies er maar één uit in de chat dan. Ik zie hier... Ik zag Uncharted 4 als eerste staan, wat mijn oog viel als eerste opvallen. We gaan niet met de beste beginnen dan. Ja, maar dat is toevallig. Dat is toevallig. Even kijken hoor. Die heb je toevallig net niet bij de hand staan. Uncharted 4. En wat zeg je, Brein, nou gelijk? We hebben alleen maar tier S, A, B, C, D. Hoe gaan we dat invullen? Want normaal is F echt het slechtste. Maar wat gaat nu het slechtste zijn? D. Van Apple. Wil jij onze solo-ster worden? Alsjeblieft lekker. Dick? Ik zat er wel Nee, contract staat dat het niet mag. Dat mag niet. We zijn gebruikt bij Samsung. Ik zit zelf niet onder contract, toch? Of? Nee, het is wel lekker met het kanaal. Ik speel staat wel. Zeg maar, Egbert zat bij lekker spelen. En toen dus wel. Oké, laten we beginnen met Uncharted 4. De PlayStation 4 tierlist. Maar dit is lastig. Want? Wat is dit echt lastig? Wat is Julia's tierenfavoriete quote? Mijne is kut op. Ja, mijne is wel... Wat? Welke... Cringe. Dat is je favoriete quote? Van wie? Welke quote van wie? Van het internet. Oh, van internet quote gewoon. Maar ik ga hem gewoon... Maar dit wordt een S. Ja, dit is gewoon clean tier S. Dat is toch heel simpel? Opzetten en maken van KUD. Nee, dat ben echt ik heel niet. Heel bedankt, jammer dat Pieterman er niks aan heeft gedaan. Maar ik wil Detroit bekomen, human opperen. Detroit. Ah, dankjewel. Ja. Detroit, noteren. Een Uncharted 4 is gewoon een tier S. En dan kan je lang of kort op praten. Ja, maar dat is daar inderdaad... Normaal maar bouw je een beetje op naar de tier S. Maar, ja, maar het hoeft niet op te bouwen. Want je pakt gewoon welk spel... Maar waarom is het hier S? Het is gewoon... Is gewoon zo. Is gewoon zo. Is gewoon zo. Volgende. Het enige spel waar dingen gebeuren waar ik denk van... Oh, dat heb ik nog nooit een ander spel gezien. Het is wel... Ja, inderdaad. Dat is het echt. Behalve in al Fantasy Remaker al maar op. Behalve in alle andere Uncharted. Wat? Behalve in al die andere... Nou, één deel 1 niet hoor. Deel 2 deel 1 minder. Deel 2 niet. Ja, 2 is ook over de top. Ik vind deel 2 niet zo heel... Ik vond deel 3 wel prachtig. Oké, Timon, Detroit hè? Detroit! Daar heb ik ook al een mening over. En ik wil hem bijna bij de S zetten, omdat het gewoon... Kijk, S moet eigenlijk bijna niet voorkomen hè? Ja, hij moet heel Hij is wel locked in trouwens, zie ik. We werken in paint. Ja, je kan dat niet helemaal met Ctrl-Z doen nu. Ja, als hij gelocked is... Dan is hij gelocked. Als je hem loslaat, is hij Maar ik dacht, we kunnen misschien nog later bijstellen, maar dat kan dus niet. In paint kan hij, je moet hem zeg maar neerzetten. Ja, en dan wordt hij gewoon één met... Nee, maar als je dan moet je niet meer wegklikken. Nee, dus weet ik, maar ik wilde deze waarschijnlijk, maar dat kan natuurlijk dat niet meer. Dat gaat niet meer. Nee, die staat gewoon locked in Uncharted 4 en dan gaat niemand iets over praten en dan zeg je iets verkeerd erover in de chat, dan bannen we je gewoon. Want dit is de lijst. Want ik wil wel even vragen van een S, die is echt S voor Supreme, hè? Dus dat is echt ja. Van... Ben je Samsung? Ben je S voor Samsung gewoon zo kwaliteit, bedoel je? Maar is ik daar... Is het echt daarvoor? Ik vraag me... Af, ik want we hebben het met top 5 games te maken op de PlayStation 5. Er staat Detroit er bij mij gewoon in. Tuurlijk, je kan weer zeggen van, ja, maar het verhaal slaat nergens op, maar is het leuk? Het is een videogame, is het leuk? Het verhaal is wel kut, hoor. Maar is het leuk? Maar weet je wat is? We hebben hier met 5 lijstjes staan. Dus eigenlijk, een S is een 10. A is dan al 7, want een B is al een 5,5. Want dat is het middelste. Ja, kunnen we wel iets onder. Wil je mijn Valentijn zijn? Valentijn zijn? Het is nog niet eens bijna Valentijnsdag. Maak je nou maar druk om Detroit... Oh, Thomas, maar! Oh, baby! Ja, hoor. Zeker weten! Ja, hoor. Gaan we ook kussen, Thomas, maar? Ik dacht misschien... Je kan hem rekken, ja, ja. Maar dan zit hij gelokt in, dus we kunnen niet... We moeten eerst neerzetten en dan kunnen we pas rekken. Ja, okay. Dit is een... Ik ga het ook wel zeggen, Detroit is gewoon geen tier S. Ja, geen super. Maar is het niet geweest, een van de leukste spellen op de PlayStation 4? Horizon Zero Dawn is echt trouwens. Ik vraag me af of ik Uncharted leuker vind. Want Uncharted is veel leuker. Want Detroit was zeg maar.
voelde nieuwer en Uncharted was gewoon meer van hetzelfde. Dit ook al is het zeg maar, geen TS, want het verhaal was gewoon helemaal kut. En het Uncharted verhaal was echt fantastisch. Heel echt heel leuk. Gameplay was 100% leuk. Ja, dat is met Detroit ook een ding. Daar kan je, nee. Met Detroit heb ik meer het gevoel, het was zeg maar vernieuwend leuk, zeg maar, omdat er niet zoveel games van zijn. Maar Uncharted 4 is een beetje, heeft dan zichzelf neergehaald, want ze hebben, als enige doen ze zo over de top, als enige doen ze zo spectaculair, maar ze doen er nog meer van en denken van, ja, maar dit ken ik wel. En dat is eigenlijk oneerlijk, want het is eigenlijk de top of the line, als je het mij vraagt, als qua detail en alles. Detroit is gewoon niet tier S, van begin tot einde. Huh? Detroit is gewoon geen tier S, het is geen 10 uit 10. Kut, nee, je gaat niet, dit is echt de onzin! Maar hij is dus per ongeluk gelokt. Ja, maar dit bedoelen mensen dat ze jou niet serieus nemen. We kunnen wel. En hiervoor gaan mensen dus niet meer kijken als jij er bent. Dat is zeg maar het ding. En nu snap je wat er is. Detroit is gewoon nooit een S. S hoort echt één of twee spellen erop te staan. Uncharted is net zo saai als The Last of Us. Detroit is sowieso beter. Hé, Marco, niemand heeft jouw mening. Maar dat slaat nergens. Dit maakt het lastiger omdat ik ze nu ga vergelijken met elkaar. En ik zit gewoon te denken, welke zijn mijn favoriete PlayStation games? PlayStation 4, welke waren ja, maar is het een tier S? Het kan wel je favoriet zijn, maar het is geen tier S. Ja, dan is het toch voor mij een tier S, dat mijn favoriet is. Het als je favoriet, nee, iets wat je favoriet is, kan dan nog steeds niet goed leuk genoeg zijn. Ja, ik baseer het wel op wat Xbox leuk vind, anders kan iemand anders het lijstje maken. Als Xbox allemaal crap spel staan, en één spel is wel leuk, is het niet gelijk tier S die wel leuk is en nog steeds wel leuk. Nou, dan nog even, A. Ik moest even focussen. Stel, op je Xbox staan alleen maar kutspellen, dat kan je best goed voorstellen. Ja. En er is één spel staat erop die, favoriet, die wel leuk is. Dus niet, ja. en dus is je favoriet, maar hij is niet echt. Het is geen Uncharted. Het is wel zeg maar de Supreme van de Xbox. Nee, maar dat is geen tier S. Dat is alsnog een tier A. En is die andere gewoon allemaal tier D. Ja, okay, je kan niet deze tier S zetten om die andere tier D zijn. Zo werkt het leven niet. Nou, zo kan het dus wel werken. Want maar hij zo is werkt gelokt, het niet. Maar het werkt op dit moment zo. Nee, maar waarom als ik alle tierlijsten met mij maak je kutlijsten? Als jij wist hoe een muis werkte, dan kon jij ze erin. Jij gaat er eens voor zitten. Ja, dus jij weet welke. Er zitten twee knopjes op welke. Wat doet die linker? Die linker. Ja. Nou, in ieder geval, we moeten de volgende toe gaan voegen. En we zien, mensen hebben al dingen gevraagd in subberichten. Dus dan gaan we die eerst gewoon even bekijken. Oké, okay, ja. Heb je er eentje meegekregen? Iemand zei: My Final Fantasy. En iemand zei: Hero Horizon Zero Dawn. Ik weet niet welke Final Fantasy. Dat zei iemand zijn eerste. Final Fantasy 7 Remake. Ja, ik heb het wel meegekregen, onbewust. Die Final Fantasy 7 Remake. Maar ze kunnen ook Final Fantasy 15 bedoelen. Nee, volgens mij of zij. Oh, oké. Okay. Misschien zijn zij de remake, daar gaan we gewoon vertrouwen. En daar ga ik gewoon over zeggen. Die hebben gespeeld. Mede mogelijk gemaakt was die zelfs nog. En ik ben op zich gewoon Final Fantasy man. Maar dat is gewoon geen tier S, niet eens bijna. Nee. Maar ik heb. Kijk, ik denk ook, had ik het offline een kans gegeven. Het is wel iets wat jij prachtig vindt. Ik kan er gewoon wel inslippen, zeg maar, per ongeluk. Ja. Maar mijn probleem met het spel is dat die gewoon 50 uur is of zo, dat spel. Die moet echt opkutten. En dan komt er ook nog een deel 2 ervan. Final Fantasy is gewoon een clean. Deze horen SWS in Tier S thuis Bubsy 3D. Tennis World Tour. Street Powers Hoxer. Angry Birds. Fortnite. Ik had gewoon af wat lijstjes. Dan kan hij gewoon heel makkelijk, ja. Ik ga wel afkijken Dragon misschien. Quest Heroes. Gewoon Tier B zou ik zeggen. Maar dan B. Het is een zesje. Wacht, wat betekent het nou allemaal? Want ik vind het heel. Een S is een 10 uit 10. F nog, maar die is er niet bij ons. A is echt een 8 of 7. B is een 6 tot een 5,5. Want B is voldoende. C is wel echt nog naar een 4 of 3. En D is gewoon echt 1 crap to the maximum. Al waar heb je de original deel 7 gespeeld, was het echt die dreamspel. Wij zijn Final Fantasy 8 mannen. Ja, maar die en dan gaan we niet. Die. Dan gaan we deel 7 niet supporten. Zo zijn we dan ook gewoon. We kunnen er even nog bij zetten. Het is wel loos om er even bij te hebben. Wacht even, maar ik ga dan die is hij wel locked, maar dat is gewoon prima plek ook, toch, B? Eenmaal als er een F bij komt. Maar dit is zo lastig voor mijn wat brein. Wat vind je het een 8 of een 7? Is dit een 8 of een 7? Jij vindt Detroit blijkbaar een 10, dus... Een stoomturbine wordt gebruikt om de hoge druk van stoom om te zetten in rotatie van een as die een uitgaand asvermogen levert. Bij een moderne stoomturbine wordt de stoom tegen een rij rotorschoepen geleid, die de stoom maximaal van richting verandert. Okay. Wel B dus. Ja, B. Tier B wel, ja. Dankjewel Herman, dat voor de... Dit is van een 9 tot 10. En dit is dan... Nee, een 9 is geen tier S. Snap je wel, tier S is nee, dus echt 10. E-light. Nee, 9,5 is toch gewoon nee, dat is goed. Geen S. Een 10 is een maar het ligt er S. dus aan
hoeveel 9,5's er op de wereld bestaan. Dit zooi is geen 9,5. En ik wil jou bijna een bitch slap met de achterkant van mijn hand. Ja, ik hoor bijna emotioneel van. Dat was geen brok. Dat was een brok. En dat was geen punt helemaal niet. Nee, dat was een brok. Hoe ga jij je punt afmaken? En mensen gaan zo. Nee, zie je niet zo. Het was geen zo. Het was wel een zo. Het was een brok. En dat is emotie. Nee, maar je kan niet je punt nog eens proberen te maken terwijl je stem echt wankelt. Ga maar clippen. En ga naar cadeaus sturen. Maar dit was een brok en dit is passie. Dit noem je passie. Ik heb passie voor dit lijstje. Ik ga jou verdomd noemen, want jij moet ook. We gaan er nooit doorheen komen door deze lijst, dat ze zo traag gaan ten eerste. En ten tweede, jij bent een hypocriete klootzak. Want 2 jaar geleden, wat is het 2 jaar geleden, het spel of 3 jaar, hebben we een lijst gemaakt, beste games. Het was onze Game of the Year, of niet? Ja, maar dan is hier geen Tier S. Hoe is het geen Tier S dan? Hoeft niet. Als het hele jaar gewoon geen Tier S spel uit is gekomen, dan is het geen Tier S. Ik ben klaar, maar ik denk dat ik jij schat Detroit even hoger zijn als Portal 2 en zulke spellen. Die waren niet in deze generatie van PlayStation. Nee, maar over het algemeen. Dat is een Tier S. Dat is echt zo van, oké, die geef je echt van, oké, die geef je de eer om op Tier S te staan. Een Charlotte 4, die geef je echt, oké, dat is echt een lekker spelletje. Dus daar moet je eigenlijk eens weten wat er in komt om het onderscheid te kunnen maken. Dungeon Keeper 2, Tier S. Nu staat Dungeon Keeper 2 naast Detroit. Dungeon Keeper 2 is geen Tier A en Dungeon Keeper 1 is Tier S. 2 en 1 zijn al bij Tier S. Dat weet ik niet, maar daar hoeven gelukkig niet geen woorden over. Er staat Dungeon Keeper 1 bij, naast Detroit. Hoe zou je dan voelen? Hoe we Final Fantasy dan wel zo hoog kunnen zetten, terwijl we het niet verder hebben gespeeld. Het is gewoon Tier B, is gewoon prima. Het is gewoon prima, maar Ifrit zat even. Er wel in. Ifrit zat erin. Ja, Ifrit zat er gewoon in, die hebben we gezien, was goed. Kunnen we Timon dus kwalificeren? Ik ga je een modder, boeit mij het gast. Waarom is hij gek? He? Waarom ben je gek? Ben ik gek? Ja, je bent helemaal geflipt nee, vandaag. Nee, helemaal juist niet. Dus even, je moet je juist gedragen. Je bent gedragen even gekwetst en je gaat je maar nagedragen omdat je jaloers bent, volgens mij. Dat is wat het is. Je bent een beetje jaloers. Ja, je bent een beetje jaloers. Oké, we moeten de volgende gaan, want hoeveel gaan we de max inzetten per lijst? Lock them in. Of iemand had nog, weet het, Horizon in neergezet. Horizon. Maar ze zijn te snel gelocked, want ik weet niet, zeg maar... Waar ik wil ze nu al verschuiven. Oké, wat zou je nu willen verschuiven? Ja, misschien had je een punt, zeg maar, dat niet alles een S is. Een S is echt E-light, hè, niveau. E-light. Oké, Horizon dan. Maar die kan niet die soort gewoon weghalen. Nee, dan zou ik een... Ik weet niet of ik een Uncharted dan weg zou halen. Dat's... Nee, Uncharted niet. Detroit. Waarom een Uncharted niet dan? Uncharted is een Tier S. Niet voor die 9. Weet je niet, hoor. Ja, nou maar, hè? Ik begin nu al. Ja, ik begin echt vraagtekens bij je te zetten. Je gaat er niet vertellen dat Uncharted geen Tier S is. We kunnen niet alleen over één spel. We gaan de lijst maken. Ja, maar en dan gaan als je we kijken het of het al dom gaat doen. Ja, maar jij zit dus dom te doen. Want ik was echt gefocust. Toen ging je dingen zeggen. Toen zei mijn brein, wacht eens even. Nu twijfel ik over mijn hele leven en mijn bestaan. Nee, je wist gewoon niet wat Tier S betekende. En dat is geen probleem. Ik weet het, Supreme. Je kan het corrigeren. Nog. Maar het is wel een Supreme game. Doe eens rustig, Timon. Detroit. Laat ranking aan de meester over. Dank u wel. Wie is dit? Knakworst in blik. Shout out. Wat zei dit? Is het chat nou aan het rollen? Voor lol, maar voor lul mag het wel voldoen. Ja, voor lul, ja. Want dit slaat nergens op. Maar het is wel een beetje leuk, kunnen ze kijken wat zij vinden. Zo een beetje leuk. Ja, daar heb ik nooit over gediscussieerd. Wel een beetje leuk. Zo een beetje leuk. Oké, ik ga dit zeggen. Dit is ook een spel dat ik zou spelen als ik het de kans zou geven. Ik heb het gewoon niet uitgespeeld. Maar er zit een robot T-Rex in. Die kan laten struikelen met een touwtje. Ik zou, weet het niet eens, Horizon misschien niet eens op TIP zetten. Niet eens. Ik denk dat het... Kijk, want dat is lastig beoordelen als je het niet helemaal uit hebt gespeeld. Ja. Ik heb 3 keer een poging gedaan van minimaal 3 uur spelen. 3 pogingen. Maar jij speelt alleen voor de blote voeten. Ja, en die blote voeten gaan later veel minder worden die. Ja, maar dan moet je niet... Je kan niet het hele spel daar alleen op gaan. Maar ze beloven het toch wel. Op het doosje staat al blote voetjes. Over het doosje. Als zou ik moeten kiezen welke ga ik spelen, dan zou ik Horizon Zero Dawn kiezen. Dus hoe kan hij dan... Dan gaat hij er niet onder staan, dan gaat hij er boven staan. Maar A, dat kan ik niet zeggen, want ik heb hem niet uitgespeeld. Oké, met B kan ik wel leven. B kan ik leven. Prima dan, waar hebben we het dan over? Ja, maar die Detroit kan ik niet loslaten. Wat zegt de chat dan? De chat zegt A. Ja, niet onverwachts, wel dom opmerking. Wel dom, dat is gewoon dom. Dat is een domme keuze zelfs. Want het wordt hier al voorgezegd op je scherm. Hè? Ja. Dat heb je niet... Gaat hier aan, kom op even. Hij is al gelokt ook, hè? Heel veel mensen ook nog die idee, die waren echt helemaal klaar. Maar dat kun je niet zeggen, want die mechanics... Zitten gewoon mechanics maar in? Maar de mechanics boeien niet, want het spel gewoon kut vinden.
Maar je hebt gewoon dingen die ik niet... Ga niet even met kennis tegen me praten, maar ik ga zeggen wat je zeggen. Je gaat me toch drie keer onderbreken, maar... Ga je nog één keer onderbreken, oké? Nee, maar ik ga alsnog over de mechanics praten. Er zitten dingen in die gewoon in geen enkel ander spel zitten. Maar die beast die kan dat struikelen en vangen. En dat moet je gewoon respecteren dan, toch? Ja, respecteer, maar als je het je kan, want dan gaan we spelletjes... Maar elk spel is tegenwoordig bijna exact hetzelfde. Maar het boeit niet. Maar als iemand iets nieuws doet, dan boeit het dus maar wel. Maar het boeit niet. Want als je zeg maar... Prikkels! Kom voor boy, even stil jij nu. Nu ga ik even iets zeggen. Ga niet tegen rollercoaster over tegen mij praten. Als er zeg maar een spel iets helemaal nieuws in doet, maar iemand vindt het... Ik vind het op zich oké, die dient T-Rex iets laten struikelen. Maar iemand zegt van ja, ik vind het helemaal kut gewoon. Dat kan toch, maar dan kan je toch een beetje respect voor tonen. Nee, dan ga je geen respect voor als je het kut vindt. Je gaat geen maar waarom heb je het over iemand anders? Dit is toch ons? Dit is toch onze beoordeling? Ja, waar maar daarom, we hadden het over hun. Heel veel mensen het idee, yes, dat kan niet. Maar het kan wel. Het kan wel. Je bent de hele discussie zelf kwijt, jij. Maar die gozer zei, rollercoaster. Rollercoaster. Die ga ik er niet in. Dit is niet eens de PlayStation 4, joh, gast. Kom op even. We hebben het over die Tycoon Original, toch? Of, ja, daar hadden we het over, Timon. Oké, ik ga Tetris erbij pakken. Zijn jullie boos? Jullie nee, klinken boos. Ik ben niet boos. Ik ben vrolijk. Ik ben vrolijk. Ik ben ook gewoon vrolijk, dus... Okay, Red Nieuwe Dead era Redemption. Van lekker spelen is ingestart. Red Dead Redemption. Die heb ik niet gespeeld, dan ga ik gewoon helemaal loslaten. Die heb vertrouw ik niet je gespeeld. Mij hiermee dan? Ik ga even vertellen, die heb ik niet gespeeld. Dan ga ik gewoon eerlijk zijn. Wacht even hoor. Kijk, zo moet je wel, dat moet je kunnen. Je moet zeg maar durven toe te geven van, oké, ik heb het niet gespeeld. Dus dan ga ik het aan jou overgeven. En dan verwacht ik ook dat je het bij mij ook doet. Tuurlijk. Je gaat nog een extra lijst erbij maken. Tier slime? Tier slime? Maar slime is toch juist heel goed? Slime is niet goed. Slime is niet goed. Ben ik klaar mee. Red Dead en 1 slime tier? Wacht, laat me dit even goed even nadenken. Slime is echt extreem slecht. Ja, maar echt dit is echt kut. Spel wat zeg maar op papier is dit mijn spelletje. Behalve dat ik geen cowboyman ben, maar ik ben wel echt een paardenman. Alleen ik heb het een paar keer een kans gegeven. En elke missie moet je rondlopen en poppetjes schieten. En het werkt voor geen kut en het is niet leuk. En dan denk ze van... Kom op. Laat me. Ik ga jou iets zeggen. Ze weten dat het niet zo erg dat het niet lekker werkt. Dat ze een mode in hebben gedaan dat je gewoon nog een keer op je knopje drukt, gaat hij gewoon auto-aimen. Dan hoef je alleen maar zeg maar nog op schieten te drukken. Ken je die? Ja, dat weet ik, maar het werkt heel dat lekker. Is toch, nee, dat slaat gewoon nergens op. Dat vind ik op. Heel lekker. Dus ze willen het hele spel willen ze alleen maar schieten. Maar het schieten, dat werkt niet, want je hoeft niet te schieten. Je hoeft zeg maar alleen lekker. Maar te klikken en automatisch te doen eigenlijk. Dat is heel irritant. Ga ik struinen. Wil ik iemand skinnen? Het duurt allemaal 10 minuten en ik waardeer het en respecteer het allemaal dat alles duurt zo lang. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon heel irritant als je wel verder wil. Want je hebt ik ben er klaar mee. Okay, misschien is maar je bent wel een beetje hypocriet. Nee, maar ik heb... Waarom nee, hey, ho, ik heb hem hey, drie hallo, keer, ik ga niet even zeggen. Ik heb drie keer heb ik hem opnieuw geprobeerd te spelen, maar ik wil wel één ding zeggen. Slime, kom op. Ik heb online gespeeld en kon ik meer doen online, dan was het echt mijn all-in game. Want online heb ik wel superveel gespeeld, kon je ook niks doen. Maar het gewoon het idee dat je met z'n allen op een paard kan rondrennen, dat is gewoon genieten. Ik ben een co-op man. Ik vertrouw die idee. Ik respecteer en dan ga je zeggen van, ja, weet het, heeft die mechanics, die mechanics. En... Welke mechanics zijn nieuws? Best ja, maar kom op, het hele spel is intens prachtig, ziet het eruit. Maar je kan zoveel verschillende dingen. Een paardpenis mechanic zit erin. Er zit een paardpenis. Paardpenis mechanic. En jij gaat zeggen, ja, dan ga ik hem op die gesluim zetten. Maar je moet er respect voor hebben, dacht ik juist. Maar je hebt geen respect voor mijn mening. Je begon helemaal met van, Peter, deze laat ik aan jou over. Jij zal mij niet horen. Je praat jezelf gewoon per direct na Horizon gewoon jezelf tegen. Je kan niet maar ik weet dat ik heb het gevoel dat ik hem nu op aan moet zetten, omdat mensen het mooi vinden. Maar dat moet niet. Maar het is niet dat hoe ik niet. Het voel. Dat, ik weet dat je het kut vond, dus hij mag niet eens in de maar B. Maar kut wil ik niet even, want ik wil het zo graag mooi vinden, je maar vond het, kut. Het is het niet. Het is hem gewoon niet. En dat vind ik gewoon erg jammer. Maar tier slime is wel echt van ho ho ho. Dat ga je even niet maken, dan moet je echt weggaan. En dat, nee, okay. Ik weet dat Red Dead, en weet jij zelf ook. Dat was ook dat gewoon, clear, een beetje geintje toch? Natuurlijk, ja, even een beetje die hals uitlokken en ja, zo. Okay, we zijn toch ook aan het streamen. Maar ik wil... Ik ben benieuwd hoe andere mensen over denken, maar ik wil hem gewoon niet... Ja, de poll was geweest, ik weet niet wat ze hebben gezegd. Maar maar dit voelt alsof je... gaat er niet op Piet... Peter, je moet even niet de druk voelen van de chat. Maar dat voel ik dus wel. Nee, doe wat je zelf wil. Ik weet dat het geen slime is, maar dat weet ik gewoon ook wel.
Maar een tier C of D, daar moet jij hem neerzetten om dat voelen. Nee, maar daar ben ik niet mee eens. Want ik heb hem alsnog veel langer gespeeld dan Final Fantasy. Maar je vindt hem niet leuk. Dat boeit niet hoeveel lang je hem hebt gespeeld. Ja, maar dit zit een bepaalde... Het is niet alsof je nul dingen leuk vindt daar. Hey! Hij speelt daar net aan het praten. Maar je gaat gewoon ook gewoon door! Hij vindt het niet fijn om onderbroken te worden en dan ga je doorpraten. Ja, maar jij geeft ook een verkeerde voorbeeld. Jullie hebben zo weinig respect voor me dat zit na het ook gewoon door me heen gaat. En hij zegt, Peter, soms denk ik dat jij zo'n zwak meelopertje, maar dan... Wat? Maar dan zet je hem op een ware mannelijke op Red Dead 2 op Slime Tier. Ik kan niet goed in voorlezen. Peter, soms denk ik dat je zo'n zwak meelopertje, maar dan zit... Nee, hij is een band. Maar dan zet je als een ware mannelijke man... Dus hij heeft respect voor me. Ja, als je hem op slime zet, dan heeft hij respect voor je, de senaat. Maar ik wil het nog even uitnemen. Ik weet niet hoe saai het is om te lang te denken. Of het juist interessant is om meer te denken. Of je hebt gaan, want we zijn op het internet. Dus het gaat snel, snel, sneller. Wat? Ja, zie je, dan ga ik te snel. Ja, het ging te snel. Geen geinige stem. Ik ging wel lachen om je stemmetje. En toen kon ik niet meer luisteren naar wat je zei. Maar ik heb het dus wel best wel lang gespeeld, is het probleem. En je kan ook niet, zeg maar, lang spelen en dan... Maar het was hem niet. Maar ik wil hem ook niet... Je kan hem lang spelen een kutspel zijn. Dat heb ik ook maar vaak genoeg gehad. Maar er is toch ook een punt dat je gewoon... echt kutspel geeft niet eens langer de kans. Nee, dat is niet waar. Want ik heb zo vaak... Ik zit er gewoon op B. B is al toch best wel... Ik heb de Last of Us 1 helemaal uitgespeeld. Vond ik echt een kutspel. Je kan hem niet op tier B zetten. Als je hem eerst... Je voelt de druk van de chat. En dat is geen mannelijke man. Gemiddeld. En dit is erg laf. Dit is laf. Ja, maar een zwak meelopertje. Ja, een zwak meelopertje ben je nu. Nee, maar mensen worden boos. Die zetten hem op een zwak meelopertje. En B is gewoon dat je denkt van... Peter, ik heb je gezien. Wat doe je nu? Achter de schermen. Kijk echt de schermen. Dat gaat me niet. Je hebt het gespeeld. En je zegt gewoon, ja, ik vond het echt een kutspel. Ik vond het echt niet leuk. Ja, maar ik zeg en dan ga je hem nu op de B-lijst... Gemiddeld. Zes. Gemiddelde game. Een zes ga je hem zetten. Ja, maar ik heb... Als je het een kutspel vond, is het geen zes. Maar is het onvoldoende? Ik heb online uitgespeeld. En dat vond ik PT, mooi. Zwak meeloopt. Online maar heb B. ik uitgespeeld. Maar oh, weet je waarom je eigenlijk ook weer lager moet? Dan ben ik online, hè? En dat was echt mooi. Dus ik dacht, en dan had ik een paard gevangen. Echt een zeldzaam paard. Ik weet niet, volgens mij werkte met sterren. Had ik 5 sterren paard. Het was echt een mooi beest, weet je wel. Je wil ook echt eentje met aders en een grote penis. Grote en je wil ook echt gewoon... Ik krijg die meer sterren van. Ja, precies. En dan had ik hem onder controle. En dan ging ik hem naar zo'n man brengen. Waar je hem, zeg maar, kan temmen of weet ik veel. Oh, nee, dat is erger nog. Je kan eens een band met hem krijgen. En toen wilde ik hem, zeg maar, een zadel op hem doen. En dan zegt hij, nee, dat kan niet online. Je kan ze wel vangen, maar je kan er niks mee. En dat was echt weer zo van, waarom mag ik niet alles online doen wat ook kon offline? Want dan had ik het echt mooi voor gevonden. Het is ook geen TB voor jou. Je moet gewoon niet zo... Maar ik vond het echt leuk. Dus ik vond het mooier dan Final Fantasy. Ik neem je niet meer. Dus ik ga je nooit meer eentje vrijlaten ook. Maar dat slaat nergens. Je staat niet achter je eigen mening en dat irriteert me erg. Het probleem is meer dat... Je vindt het niet leuk. Hoe kun je me dan op een 6 geven? Een 6 is voldoende dat je... Nou, dat vind ik wel oké. Ja, het is wel oké, maar... Je mensen, vond het niet oké. Hey, mensen doen alsof het super is en ik denk het is wel oké. Ik vond het niet oké. Ik heb je gesproken. Ik ga lokken maar in, hoor. Maar... Ja, maar wat gaat er onder komen daar? Ik heb dat de hele uit. Online uitgespeeld. In mijn eentje zat ik heel serieus. Want niemand wilde met me spelen, maar ik ben nou, wel ik heb alle Marvel films gezien. Ik vond het helemaal niet leuk, kan ik ga hem lokken. Vertellen. Jij moet me helemaal niet mee bemoeien. Maar ja, het schieten is niet leuk en het is een hele spel schieten. Singleplay is niet leuk. Paarden zijn leuk. B. Okay. Heb je dit genoteerd in de chat, jongens? Niks noteren. Heb je het genoteerd? Ik heb het genoteerd. Death Stranding. Ik heb genoteerd. Dan moet je opletten wat hij hier gaat doen. Moet je even opletten wat hij hier gaat proberen. Dit wordt echt belachelijk, jongens. Moet even opletten wat hij hier gaat proberen. We zijn nog niet eens bij de schattige dierentier. Gast. Moet even opletten. Dan gaan we niet gasten. Het is gewoon een mening. We hadden het ook nooit moeten doen. Moet even opletten wat hij hier gaat doen. Death Stranding. Dit wordt lachen, jongens. Dit wordt mooi. Ja, maar ik weet ook, jullie zijn het internet. En jullie horen op het internet, je mag Death Stranding niet leuk vinden. Nee, ik heb het gespeeld gewoon, hoor. Het was niet leuk. Nee, maar ik zie de poll alweer gaan. Nee, omdat ze hebben het misschien gespeeld. Was gewoon niet zo leuk. Gewoon, was niet leuk. Als ik kan... wacht even. De poll, is die afgeknipt? Ja. Nee, die D zeggen ze allemaal. Tier D. Maar dat is wat je moet vinden van videogame donkey, hè? Het is niet helemaal wat je niet moet vinden. Het is gewoon wat, ook wat het is ongeveer. Ja, het was... Het was gewoon niet leuk. Het was echt een... Weet je wat het was? Al was het spel 3 uur, was het... Gewoon nee, echt mooi. Nee. Jawel, nee, want in het begin nee, was nee, het wel nee. mooi. En nee, de eerste was half uur was mooi. En daarna was het gewoon klaar. Het was gewoon niet leuk meer. Tenzij je lopen leuk vindt. Maar dan is in Far Cry rondlopen al leuker, vind ik.
Het is een C, maximaal. Nee, maar laat me even denken, want ik vond eigenlijk het... Een D. Het begin was gewoon wel mooi, want het had een feel en er zitten creatieve ideeën in. De muziekje in het begin was lekker. Ja, maar toen was het ook nog... Het verhaal was nog een beetje geconcentreerd, want toen werd je nog een beetje geleid de wereld in. En dat vond ik gewoon mooi. Er zit ook veel slime in de game, maar dat is juist knipoog in. Dat snappen jullie dan weer niet, want dat is Kojima, hoe die dat doet. Maar ik zat wel te denken, in het begin vond ik het echt mooi, het was een nieuw idee, want je hebt wel het idee van... Dan zet je een ladder neer om die moeilijke berg te beklimmen. En als er komt iemand anders, dan kan die hem gebruiken. En zo, het idee is allemaal mooi. Maar toen ging het echt 20 uur door. En toen had ik echt een missie waar ik moest lopen. En dat was werkelijk iets van 3 kwartier lopen naar een sneeuwberg. Ja. Kwam ik eraan, moest ik teruglopen helemaal. En toen moest ik weer terug. En toen dacht ik even van, nee, dit kan niet. Ja, het is gewoon niet leuk. Maar ik... En de eindbazen waren ook helemaal kut. Het is gewoon niet zo'n leuk spel. Ja, Videogame Donkey die heeft het wel met een spijkertje. Het is gewoon niet zo leuk. Maar ik vond het ook was weer niet wel... Zo, hij was gewoon niet leuk. Hij was gewoon niet leuk. Maar ik vond het wel leuk genoeg om uit te spelen. Eerste half uur zat ik wel trinodig. Het wordt een mooi speldag. En toen dacht ik van, wacht even, het is helemaal uitgerekt. Niet leuk. Hij had het moeten concentreren. 3 uur gespeeld. Weet eerste half uur is leuk, daar was het niet leuk. Het spel had 2 uur of 3 uur moeten zijn. Dat hij gewoon van één plek naar een andere plek moest reizen. En dat moest het zijn. Maar nu moest je echt zoveel dingen. Spel. Dus gewoon B. Nee, een B is voldoende. Wij zijn echt helemaal gek van jou. Maar hoe kun je... Wacht eens even. Hoe kunnen we wel Final Fantasy hier neerzetten dan? Die hebben we helemaal niet gespeeld, zo'n beetje. En dan ga je die... Dat... Ik heb het niet eens gezien en ik vind het voldoende. Het spel dat ik heb Final uitgespeeld... Final Fantasy hebben... Het spel dat ik helemaal uur, heb uitgespeeld... 5 uur gespeeld. Onvoldoende. 5 uur ongeveer hebben Final Fantasy gespeeld. Er zit dan toch een... Er zit toch een disconnect dan? Als ik een spel maar uitgespeeld, ga ik dat minder leuk vinden dan een spel die je ik... Je bent een asslikker van Kojima, heb je dat toch gehoord? Je zit met een kopje in zijn anus geroerd. Maar je weet helemaal niet of zijn anus goed smaakt. Dus nee, jij vindt het heerlijk. Nee, jij vindt het heerlijk. Je hebt het geproefd en je vond het heerlijk. Misschien je hebt gezegd, OP tegemaakt, dus zijn anus smaakt lekker. Heb je gezegd. En dan gaat hij af en toe te likken. Af en toe begint te likken inderdaad. Maar je kunt er niet eens over praten. Nee, ik weet het wel. Het is gewoon een C of deze. Aan mij ligt... Maar deze hele lijst die slaat nergens op. C. We hadden al moeten weten wat er allemaal in komt, want nu kan ik het niet vergelijken met elkaar, want dit gaat sowieso hierboven. Nee, maar dat is een fout. Hier zou ik hem dat doen. Dat is een fout. Als je hoeft niet te vergelijken, je moet alles op zichzelf staan beoordelen. Je hoeft niet te vergelijken. Je hebt Detroit op S en dat is wel belachelijk. Nee, je weet niet hoe een tierlijst werkt. Als je zo'n lijst ziet, dan denk je wel van, oh, het staat niet verkeerd. C. Detroit. Detroit A. Wat wil je met deze doen? C dan. En welk cijfer is dat volgens jou? Kijk, S is 10. A is 8. Wacht, maar die eindbazen waren... B is 7. De eindbazen waren echt kut. C is Kojima doet wel zijn hele ding. Vijf. Is altijd zijn originele eindbazen. En toen deze eindbazen, dat waren echt bies. Ik weet niet of je ze hebt gezien. Daar moet je niet eens druk om maken, joh. Zo'n kutspel. En weet je wel hoe je ze moest verslaan? Gewoon lopen. Langs lopen. Je kon ze niet eens echt verslaan. Maar heb je wel dat moment meegemaakt de eerste keer? Dat is het ding. Als je alles 1 keer meemaakte, was het mooi. Heb je dat moment meegemaakt? Dan zit je vast in de slijm. Ja, dat was echt irritant. Nee, maar... Heb je gezien dat er in één keer een sperm whale komt eruit gesprongen? Nee, dat heb je niet gezien, maar ik dat is echt heel intens. En dan gebeurt het 4 keer en dan denk je, ja, maar die sperm whale doet me weer niks. Dat is van die slime, je gaat lopen. En dan komen die slijmmannen opeens af en toe. En dan ga je nog langzamer lopen eigenlijk. Mag je dan? C, dus 5 tot 4 is dat. Ja, het is gewoon wel... 5 of 4 is gewoon prima. Kunnen alles, mogen alles dan... Nee. Ja, de Red Dead mag je wel eentje lager zetten. Alles is een 5, 4... Ik vind het helemaal even zo. Ik kan dit is te veel. Laat mij die lijst maken. Stressvol voor me. Het is niet stressvol. Je bent gewoon het is erg belangrijk. Jij hebt 2 domme keuzes al gemaakt. Op jullie. Maar waarom zijn toch ook jouw keuzes? Nee, Detroit is niet mijn keuze en Red Dead is al niet mijn keuze. Dus jouw keuzes zijn ook dus een beetje dom. W6, allebei prima. Right, 6 kan ik wel leven. We gaan volgende. Oké, welke? Wat zeggen ze? Rainbow Six wordt er gezegd. Allereerst, die was scherp. Target locked. Target locked, ja. Scheid. Weet je dat hij niet meer kan bewegen ook? Jens is echt niet blij met ons, want hij spuugt op ons. Ja, bedoel ik, maar wij gaan ook een lijst maken. Zegt hij zelf. Ja, een lijst maken van de belangrijkste dingen op aarde videogames. En dat is gewoon helemaal niet slim van ons. Nou wel, want wij hebben wel gewoon een goede lijst. Nou, dit geval... Nee, maar ik ben het niet eens met jou ooit. Dus jij hebt het alles neergezet. Het is samen onze lijst. Ja, maar je luistert niet naar mij. Nee, omdat jij echt... Jouw stem is al irritant. Ja, maar daar kan ik toch niks aan doen. Ja, maar moet je wel verwachten dat iedereen er lekker naar gaat zitten luisteren. Alsof het een leuk muziekje is of zo. Oké, maar... Oké, Last of Us. Mensen zeiden Siege, jij gaat gewoon Last of Us doen. Oké, maar we gaan Last Ik wil of niet doen. Jou over Siege horen praten als we weer volgende week... Het is het eerste wat ze zijn, maar doe eens Last of Us. Het is een kutspel, tier slime. Last of Us is tier slime.
We gaan niet eens drukken. Remastered is dit? Ja, tier slime. Sleep hem maar heen. En dan, ik ben echt klaar. Locked. Ik yes! Locked in. Echt. Snap it. Lock it down. En waar zou je Last of Us 2 zetten dan? Zal ik even een plaatje erbij pakken? Als die lager gaat zetten, dan slaat het nergens op. Waarom? Deel 1 is wel leuker. Deel 1 is veel kutter. Echt veel kutter. Nee, maar dan, ik ben geïnvloed. Ik ben echt... Het is niet eens mijn lijst meer. Maar, dus het is wel je zelf lijst. Vorig, hij is niet gelokt. Een paar jaar geleden gingen we de koek doen. Ja. En toen had je ook gewoon echt een pannenkoek op één staan. Ja, dat niet eens een koek is. Klinkt alsof ik toen ook lekker bezig was. Je hebt gewoon al mijn lijsten verpest je echt van alle kanten. Het is niet eens meer een lijst. Ik vind deel 2... Vond ik gewoon mooi. Vond dit is einde. Gamers, vond ik niks. Ja, hele, maar bij deel 1 was kut. Nee, bij deel 1 is het einde beste einde van een game ooit. Nee, het en einde is wel die nasmaak. Het einde van deel 1 is helemaal geen goed einde. Het is geweest om een aantal games van tevoren neer te zetten. Beetje onprofessioneel, niet? Nee, dit is juist interactive. Juist, ja, interact met jullie. Zij zeggen even, Last of Us tier S. Ik vond Last of Us 2 echt veel leuker dan deel 1. Op S kan gewoon hoor. Nee, Last of Us deel 1, die mag in tier slime. Last of Us deel 2... Maar Timon, B of A. Als jij geen respect hebt voor, ik weet niet meer hoe die streams heten. Hoe heet het ook weer? Does It Hold Up hadden we een segment. Ja, maar het is gewoon een kutspel. Nee. Halt, nee, ja, halt. Nee, ik heb een beetje wat je gaat zeggen en het boeit me niet. Maar de chat weet toch niet wat ik ga zeggen? Ja, het boeit me niet. Daar hebben we een segment en het hele segment was, als je dit speelt, gaan we kijken of het hold up. En als het zo is, al hebben we gelijk, dat het wel leuk is, mag je nooit meer zeggen dat het niet leuk is. Toen was je had je zelf gezegd dat je, oh, misschien had ik niet gelijk. En nu zeg je alsnog deel dat het die kut is. Dan ga ik ook niet zeggen dat jij main event bent, want als dat ook niet uitmaakt, dan dat mag je niet zeggen. Waarom niet? Dat mag je niet zeggen. Het zijn dezelfde regels. Nee. Dat is respecteer de regels. Respecteer mijn main eventschap, want anders ben ik klaar met jou. Ik doe het wel. Ik heb er hard voor gevochten en dan ga je me niet afnemen. Ik respecteer het wel. Jij bent degene die de regels niet respecteert, want jij hebt Does It Hold Up en Holds Up en nu ga je zeggen dat het niet meer Holds Up. Dus ik weet niet wat er mis met jou is, maar ben je misschien al spoord? Ik ga niet tier S, maar het is geen tier S gelijk. Hij is gelokt, man. Hij is wel gelokt. Dat is een beetje dit is niet mijn lijst, gewoon. Dit is niet meer, ik trek mijn handen niet van onze af. Lijst. Nee, ik trek hier mijn handen van af. Maar ik ben er ook niet blij mee, wat er allemaal gebeurt. Nee, je hebt het zelf gedaan. Je hebt nul keer naar me geluisterd. Nee, echt wel. Uncharted, what the fuck? Detroit is... Welk spel is leuker? Detroit of Uncharted? Uncharted is echt 3 keer zo leuk. Nee, Last of Us is leuker. Lijkt het best leuker. Nee. Dat is goede snoerphysics. Dus ik zou hem wel S... Natuurlijk overweeg ik S. Maar bij mij is het meer van... Ik zou allemaal favoriete games... Op tier, maar dat is niet hoe TS werkt. Ja, in mijn hoofd wel, zeg maar. Ik denk maar gewoon, dat is dom. Dan weet je niet hoe een tierlijst werkt. Nou, ik weet niet. Misschien is het, zie ik het gewoon niet anders. En nee, denk maar ik dat gewoon, is niet hoe dit een tierlijst werkt. Nou ja, misschien vind ik dat iets de beste... Iets wat jij het leukst vindt. Maar je hebt nu alle spellen op tier S staan. En eigenlijk wordt tier S 1 of 2 spellen ooit te staan. Misschien zijn het allemaal wel gewoon... Kijk, dan kan je vergelijken met de rest. Nee, zijn niet allemaal 10 à 10. Jawel, met de rest van alle games op aarde. En denk je, dit zijn wel echt... Wat een supreme bak was die PlayStation 4 staan de conclusie. En dan gaan we juichen straks. Nee. Peter zet dit lijst was 2, maar ergens neer. Waar wil je hem hebben? Ja, als de mij ligt, B eigenlijk. Wat? Maar deze vond je leuker, zei je. Ja, maar... Last of Us 1 maar is, al... is tier slime. Dus je wil een tier erboven. En Last of Us 2 is gewoon tier B of A. Ik kan een tier A erboven, maximaal, je... maximaal A. Leuker dan A of leuker dan S. Dan kan ik een... Nee, je gaat niet leuker dan ik kan S. Kan het doen. Zet hem maar neer. Jij weet, dus uiteindelijk is jouw lijst geworden. Nee. Het is ook jouw lijst. Nee, maar... Last of Us 1, Detroit. Zijn allemaal niet in mijn tier S. Maar het was onze Game of Red Year. Dead heb ik niet gespeeld. Die zat er ook gewoon in. Waar zet je Detroit? Detroit tier A. Ik zou, dat zou ik niet eens verkeerd vinden, maar dan moet Uncharted 4... Nee, dat boeide je toen niet dat je al locked in. Ja, maar toen was het eerste game, zeg maar. We begonnen met de beste, zeg maar. Nee, het is niet de beste, want het is tier we A. We kunnen zeggen... En eigenlijk moet de scheidsrechter bepalen. En dan kunnen we deze kunnen we allebei naar A doen. Nee, ik vind Uncharted gewoon tier S wel. Ja, maar dat is zeg maar waar we het niet met elkaar eens zijn. Want maar Last of Us, die staat echt niet eens, staat geen slime bij ja, maar die is gelokt dus. Die, kan die staat wel gelokt. Die gelokt. Is nu per ongeluk gelokt. Dus zeg het maar, we kunnen straks nog verder gaan. Okay, maar we moeten wel even Last of Us part 2 gaan plaatsen. En ik weet niet hoeveel games. Moeten we 20 in totaal doen of wat doen we? In totaal 15 doen. En nu hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan als het oneindig doorgaat. Misschien moeten we 12 gaan we doen. 12 in 12? Totaal. Waar kom je nou weer naar 12? Gewoon, dan is het gewoon een mooie tijd. Gewoon 12 is goed. 12 nu hebben we 8, dat we nog 4 bij doen. Dat is toch een mooi aantal? Waar wil je hem hebben? Anders ga je weer op mijn... Tier B, zeg ik toch? Gaan we niet doen, A.
Dan kunnen we de gemiddelde van Les was 1 ook nemen. Ik heb hem op tier... Deze is een gelok. D. En jij op tier S. En dan komt hij op tier B. Deze is gelokt. Nee, we gaan het gemiddelde van elkaar nemen. Ja, klopt. Maar hij is gelokt, dus hij staat al. Daar kan ik niks aan doen. Het is echt een crap lijst. Ik kan gewoon geen tier... Ik ga gewoon... In mijn eentje tierlijsten maken, want jij kan het gewoon niet. Nou, je kan het niet in je eentje, want je hebt morgen zeg maar... ga misschien een rework tierlijst gewoon weer, dan ga ik hem opnieuw maken. Dan ga jij in je eentje, maar jouw streams zijn toch saai zonder mij? Mijn streams? Dan ga ik echt wat erbij halen, dan pieken die streampies gewoon naar de top. Als je er niet bij bent, dan gaat het heerlijk. Ik weet niet hoor, ik denk zeg maar dat ik... Met niemand je gemist, ik hoorde niemand in de chat dat hij weg was, ja, niemand Timon, vroeg ik wil het niet uitspreken, maar ik ga toch zeggen, ik ben zeg maar het kijkcijfer kanon. Ze noemen me werkelijk Peter het kanon de hele tijd. Waar zijn die kijkcijfers dan? Even kijken hoor, ja sorry dat ik dit nu hardop moet zeggen, maar nou, kijk maar even de kijkcijfers hier. Mensen gaan weg, denk ik van, hè, Last of Us 1? Welke game moeten we er nog aan toevoegen? Ja, zeg maar in de chat, dat was het ding. Zeg Spider-Man, maar die heb ik niet gespeeld. Ah, die heb ik wel gespeeld. Die kan ik wel van neerzetten. Je hoeft niet per se alleen maar een leuke spel te zetten. Nee, want anders gaat Peter alles op tier S zetten. Deze gaat ook op tier S zetten. Ja, zo werkt het inderdaad. Hallo heren. Uncharted en Detroit mogen nog veranderd worden. Oh, ze waren nog niet spreekwoordelijk gelonkt. Oké, okay. Dat zegt de scheidsrechter. Uncharted en Detroit mogen veranderd worden. Oké. Okay. Laten we Uncharted staan en Detroit gaat dan... Spider-Man! Dan... Ik heb hem niet gespeeld, ik heb die echt 1 uurtje gespeeld. Ah, ik kun je back wel houden, want ik heb hem helemaal uitgespeeld. Geplatinumd. Ja. B. B? Jij bent echt zo niet... Echt deze, joh. Deze man kan je echt niet serieus meer nemen. Red Dead? Ja, maar nu valt het een beetje op ik ga het gewoon zeggen. Even die wandelhallen achter de schermen. Dat ze maken jullie niet mee, als de stream uitstaat. Red Dead was hij agressief, vond echt een kutste spel ooit. Nee, Spider-Man zit hij echt... Heeft hij me wekenlang mee aan mijn kop lopen janken? Nee, dat is niet waar. Hoe mooi je het ging vond. Niet over Spider-Man. Nee, echt wel. Jawel, je hebt echt meerdere keer gezegd hoe mooi je het vond. Hij is niet bijgebleven. Maar dat boeit toch niet? Als jawel, hij... Tuurlijk heeft dat de legacy het in mijn brein. Het is toch niet te geloven? Maar jij weet niks, want jij zei ook tegen mij, en dan ga ik jou zeggen. Ja. Heb ik een Ori, had ik in mijn top 10 tijdens lekker spreken. Ja. En dan zei je, die heb ik helemaal niet gespeeld. Ja, ik ga niet alles met je doorspreken. En die vond ik ook gewoon mooi. Spider-Man vond ik mooi. Waarom staat er even volgens Red Dead die je niet mooi vond? Maar ik heb Red Dead Online helemaal uitgespeeld. Je bent niet consistent. Je bent niet consistent aan jezelf. Je bent een slappe meeloper zodat mensen niet boos op je worden. Dat is denk ik wat het is. B is het, hè? Het is een B. Het hoort het beste game ooit Red te zijn. Red Dead, hè? Hoort echt een crapspel in jouw hoofd te zijn. Maar jij snapt mijn hoofd niet eens. Ja, ik snap je hoofd heel goed. Ik snap hem heel goed. Wat is dit dan? Dit, wat ik zie nooit. Het zit een beetje raar. Zo'n poetje. Ja, het steekt zo uit alleen. Zo'n raar plekje wel. Oké. Okay. Van de chat ervan, die zegt tier A, zeggen ze. Maar we gaan het tier B doen. Dan moet je even alleen die Timon kan, want dan kan ik eventjes huilen over hoe hij en hoe ik hem moet vertrouwen. Want jij vertrouwt me niet eens. Waarom streamen we samen als je niet eens op me kan leunen? Sorry, man, de Heavy Rain, zegt iemand. Toch weer Heavy Rain is PlayStation. Maar het is ze hebben op de 4 remaster, dat is wel de 4. Die hebben wij namelijk op PlayStation 4 gespeeld nog. Gaan we remasters doen? Nee, oké, sorry. Blijkbaar wel staat hier wel een remaster op de tier S-positie, maar... Hou je gewoon een keer op, man. Waarom ga je altijd praten met je mond? Beyond Two Souls. Dat is wat mensen zeggen. Oh, GTA Souls. 5. Beyond Two Souls is ook PlayStation 3. Toch? Ja, ik weet het niet allemaal. God of War, maar... God of War. Ik ben echt klaar met jou. Ik ben echt klaar met jou. Het is echt niet te geloven, deze jongen. Gaat hij weer? Dan gaat hij weer. Het is laat nergens meer. World Serpent. Nee, hij is niet tier S gewoon. Het was niet zo heel leuk gewoon. Maar het was dus de A maximaal. Een A maximaal. Echt een maximaal haal je dan uit het emmertje hoor. Hij is dus... Het laatste druppeltje veeg je er nog weg zelfs. Maar hij is dus per ongeluk gelokt. Maar dit is echt... Ik ben echt klaar met je. Nou, er komt echt een punt dat ik je gewoon achterlaat in mijn leven, gewoon dat ik echt in mijn eentje kan verder niet, ga. Kan niet. Ik kan je gewoon kicken, dat boeit me echt niks. Je kan me niet kicken. Ik ben main event, ik kan gewoon doen wat ik wil, volgens mij. Nee, want je hebt zeg maar een beetje, zeg maar, die gozer nodig die dan zegt van, en dan zeg jij van, ja, dit gaan we zo doen. Zo'n gozer die als op tier S zet, zeg maar, die heb ik nee, niet nodig. Nee, ik zet op tier S, ja. Wanneer krijgen wij te horen dat dit allemaal gescript is? Ja, dat lijkt er wel op dat het allemaal gescript is, ja. Wat valt de scripten? Heb je het van tevoren al bedacht allemaal? Heb je het spel gespeeld? Kijk, nee, je moet iets anders zeggen. De chat zegt ook je moet tier niet naar S. De chat vragen in de script. De chat zegt ook tier S, dat ja. Weet ik niet. Dus wie is er nu dom? Maar ik heb het gevoel dat iedereen elkaar nalult, want zo leuk was het ook weer niet.
Maar het was het beste, een van de beste games op de PlayStation. Nee, nee, nee. Het leuke wat in God of War was, zeg maar, die andere delen, is dat het zo overdreven intens was allemaal. Dat hebben ze eruit gehaald, zeg maar, het leukste gedeelte van God of War. En daar hebben ze een normaal spel van gemaakt. Het was alsnog wel oké, maar het was niet tier S. Dit is een tier B of A. Maar heb je dat stuk met die World Serpent gespeeld? Ja, ging in zijn keel, was heel gaar, was het. Gaaf! Nee, gaar was het wel. De World Serpent is goed, maar je ging in zijn keel en dat was best wel gaar, was dat. Alsof ik een cartoon was, alsof ik een Donald Duck aan het spelen was, was het toen even opeens. Maar hij staat al gelokt in, dus ja, ik moet weet niet waar jij zit wachten tot je klaar bent, want hij is al gelokt en... Welke game wil je erin dopen nog? Er zijn nog maar een paar slots over. Even kijken, wat zeggen ze? Wat zeggen ze allemaal? Ja, ze praten altijd een beetje. Is Bloodborne ook... Oh, dan ga je ook weer... Nee, dan gaan we nog een, ga je nog eentje tier S zetten. Bloodborne. Nou, dat spelletje, dan moet je even over nadenken. Dat hebben we te maken met de tier S, serieus. Dit is wel echt, ik denk als we het echt op volgorde nog konden zetten. Deze is wel echt, maar ik denk wel echt. Ja, jij vindt het wel altijd, als iemand een minder spel zet, ga je hem niet eens in de hele lijst zetten. Ik vind videogames eigenlijk best leuk als ik zo over nadenk. Ook. Red Dead vond je niet leuk, maar die staat ook gewoon op een 6. Dat vind je ook gewoon goed genoeg. Jij snapt het niet. Je hebt zeg maar Red Dead. Er is een soort van verwachting van die studio. En als dat en is Death heel Stranding, anders. Death Stranding kijk, vond je het leukste spel ooit zo'n beetje. Die heb je gewoon wel op C gezet. Vond ik dat zo ja, je leuk? Vond het heel leuk, ja, vond je het alsnog. Dus hij kon eigenlijk hoger. Ja, je bent... Maar je had me overtuigd... Nee, want ik zat aan die eindbaas te denken. En dat ik dat is ook dat geen leuk lang spel. Duurde. Dat was ook geen leuk spel. Maar dat is zeg maar wat nagebleven is in mijn hoofd. Bij Bloodborne denk ik alleen maar, het was allemaal mooi. Ja, Bloodborne was prachtig. Heb je hem uitgespeeld? Nee, mijn PlayStation... Oh, nee! Oh, je hebt hem niet uitgespeeld, maar zo oh, als mooi. Jij 20 uur in een spel zit en je bent bijna klaar... Speelt... En dan is het opeens, valt je PlayStation uit en alle geheugen is weer. Ga je hem even opnieuw opstarten? Oh, ik wist niet dat je zielig was. Ja, hé, hey, doei gast. Kom op even. Wat heeft de chat gezegd over Bloodborne? Die zegt, welke tier? Tier S. S. Chat, we zitten zo op een alles online, tier S. Die vindt ook gewoon alles tier S. En tier S is wel echt 10 uit 10 en het is echt bijna uniek. Het is uniek. Een 10 uit 10. Maar God of War niet en Detroit niet en Last of Us helemaal niet. Jawel, dus... Uncharted en Bloodborne zijn 2 10 uit 10. Dat is gewoon prima. Lekker laten staan. Maar kun je je voorstellen hoe mooi de PlayStation 4 was als je nog meer S-tier games had? Ja, maar dat is het niet. Dat is gewoon niet anders. Je kan wel liegen tegen jezelf en doen alsof het weer S waren. Piet, ik heb doordat je weer een tijdje weg wil om aan kut te werken. Zeg het gewoon. Ik heb verlatingsangst door jou. Ik ga nooit meer weg. Ga alsjeblieft nee, weg. Nee, ik ga niet weg. Ik ga, voel nee, maar ga. Als je weg wil, ga alsjeblieft weg, zou ik zeggen. Ik ga nooit meer weg. Ga weg. Ik weet nog, ik was dus weg toen een tijdje geleden. Jij ging heel goed met het klote kanaal. Donkey Kong troep, maar toen dacht ik van, ja, je moet toch een man niemand moet ook... Niemand miste je, niemand nou, had ik over had dus je. Het gevoel dat... Je doet het voor die mensen, denk ik dan eigenlijk. En toen kom ik maar weer terug. En nu zie ik eigenlijk, zit ik zo op een lijn met de chat en denk ik gewoon, dit is gewoon een mooie tijd en ik wil niet door mijn weg. En ik zit te denken, wanneer ga jij weg? Dat denk ik. Nee, hoeft niet. Ik ga niet weg. Ik ga in ieder geval niet weg. Oké, nog even een spelletje erin knallen, jongens. Het is moeilijk, nu gaan we gewoon... Want welke kiezen we nu uit? Jij scant gewoon welke tier S vindt. Ja, want dat Cuphead dacht ik ook, want ik dacht Cyberpunk zag ik staan. Ik wil de Makamata schildpad nomineren voor de schattige dieren tierlijst. Groetjes. Welke? Resident Evil 7. Welke wil je voor de tierlijst voor de schattige dieren? Had iemand het over? Voor de Xbox One. Dat is een S-tier. Resident Evil 7 is geen S-tier. Dat is een S-tier. Nee, is geen S-tier. En hij is gelokt. Het is geen... Even kijken, zit hij nu vol? 6, Resident 7, Evil 8, 9, 10, 11, 7 12. Is gewoon een mooie 8. Dus gewoon een goede 8 is dat, zeg maar. Maar hij is helaas al gelokt, dus is het probleem. Een schildpad genomineerd. Maar ik merk dat je een beetje prikkelend wordt. Ja, ik word een beetje geprikkeld op je. Sorry, ik wil niet gelijk alles jouw schuld geven, maar je bent niet lekker bezig. Maar je bent gewoon niet echt goed in samenwerken, zeg maar een stream duo zijn. Dus maakt helemaal niet uit, want ik pas me zeg maar een beetje aan. Maar... We hebben net nog een award van beste streamteam. En dan ga je zeggen dat we niet goed als team zijn. Maar ik dacht dat ze wel goed als team waren. En jij gaat nu... Je luistert niet eens naar me. Ik heb het gevoel dat het heel onterecht is nu ook. Je luistert niet eens bijna naar me. Wat? Ja, dat bedoel ik al. Ik stel voor, als we nu gewoon eventjes...
naar de volgende tierlist gaan. Want ik vind het heel heftig. Er wordt een prikkeling in de chat. Je vindt niks slecht. Uiteindelijk is het jouw conclusie. Geen één spel de PlayStation is slecht eigenlijk. Geen slime te bekennen. Niet dat ik heb gezien. Geen slime. Eigenlijk alles is goed. De conclusie. Wat hebben we een mooie tijd gehad de afgelopen 10 jaar toch nog. En wat zijn videogames mooi. Dat was eigenlijk mijn punt. Alles is een 10 uit 10. Elks man, je kan gewoon naar de winkel lopen. Pak een spelletje eruit. 10 uit 10. Maakt niet uit. Gewoon 10. En als je spel niet leuk vindt. Gewoon echt een kutspel. Is nog gewoon de 6, 7. Dat maakt niet uit. Dat is nog goed. Maar het maakt niet uit. Dan gaan we gewoon naar de volgende tierlijst. Maar, oh jongens. Welke tierlijst voelen jullie? Dan mogen jullie bepalen welke tierlijst we gaan doen. Willen jullie... Ik weet niet welke... Wat denk je hiervan dan? Volgens mij, ik heb aan het begin al geteased en worden ze boos als we het niet doen. Ja. Die shippies of schattige dieren tierlijst? We hebben het over babydieren of is het wel echt gewoon algemeen schattige dieren? Ja, dat lijkt me wel. Met vraag om dino's wel. Nou, zijn er schattige dino's. Al willen we andere lijsten, is ook prima. Maar dat wordt weer lastig uitkiezen, denk ik zo. Maar er wordt gewoon een mooi polletje voor gedaan straks. En dan kunnen ze het gewoon kiezen. Die shippies is gewoon heel duidelijk. Die hebben we al 500 keer gedaan, ook in het leven. Ja, maar er komen steeds een nieuwe chipsmaak ook, hoor. Ja, er komen veel chips smaken uit. Hebben die lijst zelfs gedaan? Ja, de vorige keer. We hebben koek en saus volgens mij gedaan. Gooi maar een polletje, hoor. Welke ding willen jullie zien? Willen jullie van chippies of schattige dieren? Of... Als jullie nog droomideeën hebben, laat het weten. Dan kan... Zeg maar, niemand kan een poll maken als je gaat zeggen... Ja, doe deze twee keuzes en de rest van de hele chat mag bepalen. Als Rickel zegt van, weet je wat, ik vind die eigenlijk ook... Wil ik gewoon misschien wel zien. En dan zet hij die gewoon daar neer. Dat is ik gewoon... denk niet dat het zo gaat, maar... Ja, dat is een mot en die maakt de poll, zeg maar. Hij maakt die poll. What you dus gonna als hij do? Wilde... Echt, nee, wat jij wil jij doen? What you gonna do? Timon, echt, joh. Dit is je laatste waarschuwing. Nee, ik ga me niet de laatste waarschuwing geven. Oké. Mogen we een poll met schattige dieren en chippies? Of zullen we gewoon erin duiken? Want wacht, gewoon die poll. Geen druk voelen. Het is een moeilijke keuze. Ik wil al dingen op de tier S zetten. Ik zie je al gewoon gaan. Zijn veel goede dieren. Ik zie je al gaan. Maar ik bedoel, ik snap, wij vinden het zo'n moeilijke keuze. Dus daarom vragen we de chat. Ja. En maar er wordt geen poll gemaakt. Die klote mots! En daarom gaan we niet op die mots schreeuwen. Ja, is het niet mijn schuld of wel? Hey, Link Choger. Oké, daar is de poll. Daar is de poll. Die wordt gestart. En lijkt erop dat... Schattige dieren... Wacht eens even. Maar de chip is heel makkelijk geleid. Die vul je zo boom in. Schattige dieren, daar kan je nog wel over nadenken. Nou, chippies heb ik wel een mening over. Schattige dieren is het ook gewoon van... Dan gaat het niet om goede dieren. Die denkt van, oh, die ziet er echt goed uit. Ik weet niet, wat de fuck is het punt van deze lijst? Schattige dieren, gewoon welke het schattigste vindt. Welke zijn de schattigste sommige dieren? Sommige mensen gaan zeggen... Ja, maar alle dieren zijn schattig, bedenk ik me nu. Nou, wel bijna alle dieren. Ik kan eigenlijk geen kutdieren voorstellen eigenlijk. Dus misschien is het eigenlijk... Insecten zijn niet heel schattig, per se. Er zijn hele lieve insecten ook bij, hoor. Misschien moet het... Hey, stem even op chippies, jongens. Stem even op chippies. Wil je even chippies doen? Het is er bijna 50-50, dus maakt niet uit. Waarschijnlijk gaat de chat... Die ze gaan 50-50 Ja, ze gaan ook gewoon altijd... Het is ook niet eens... Onze polls die hebben eigenlijk ook nul nut, want ze gaan altijd gewoon voor de 50-50. Het is en lukt ook nooit. Ja, maar het boeit hun ook niet echt. Het is echt zo van... Moet ik me druk maken? Is die mijn stream? Moet me nou zo'n schattige dieren over chips maken gaan praten? Wat boeit mij het nou ook eigenlijk? Boeit ook geen kut. Dan weet je wat, ik ga gewoon die chippies doen. Of denk je dat dieren leuker zijn? Want ik zit nu te denken, elk dier is schattig. Elk dier is wel bij een schattig. Dus van Leo. Leeuwen zijn echt eikels. Ja, wat wordt de discussie dan? Maar hyena's zijn ze ook niet echt schattig bijvoorbeeld. Zoals een zebra is ook niet echt schattig. Is het schattig, maar ja... Er zijn ook weer lieve hyena's. Zoals een egeltje is heel schattig. Maar ik bedoel, een zebra is niet schattig. Een giraf is niet schattig. Oké. Dus we gaan het gewoon proberen. Weet je, wat denk je daarvan? En dan gaan we niet met baby's. Maar alle babydieren zijn wel allemaal schattig. Dat maakt het die niet uit. Die zijn voor gedesigned ook. Die zijn gemaakt om schattig te zijn. Behalve mensen. Die zijn echt ranzig. Oké. Waar gaan we dan beginnen? Maar nu moeten we eigenlijk weten, wat vinden jullie? Wat is jullie favoriete schattige dier? En dan gaan we hem erin zetten. En kijken we even of dat wel de schattigste is. Ja.
Ik denk dat het zo. En dan moeten we even kijken naar de chat wat de chat het meeste zegt. Rode panda voor schattigste dieren. Gaan we even bekijken. Rode panda, dan gaan we het diertje bekijken en dan gaan we oordelen hoe schattig hij is. Maar dit, ik ga wel waarschuwen, dit kan heftiger worden nog dan videogames. Ja. En tier S is nu wel echt van, die is zo schattig, dat slaat echt nergens meer op, hè. Dat is echt uniek. We hebben hier een rode panda. Ja, maar dan... Ik zie nu, ik ben een foto bij aan het pakken, maar het is moeilijk om dan niet al de schattigste te pakken. Nee, je moet gewoon degene pakken die denkt van oké. Oké, we hebben hier te maken met een rode panda. En bekijk hem even goed. Het is moeilijk om, zeg maar... jij ziet een tierlist anders. Ik zie gewoon, dit is het beste van wat er is. En jij van ziet wat er inderdaad is, nee, is het beste van de dieren. Dit is het beste gewoon wat het kan zijn. Dat is het verschil van ons. Als ik dit zo zie... Is het wel over het schatten, is het schattig of niet schattig? Is wel schattig. Gewoon een casual. Dus het is wel boven de C, is het wel. Oh, C ik dacht juist gemiddeld schattig. Ja, maar C of hoger, dus een C kan ik best mee leven bij deze. Gemiddeld schattig. Deze is gewoon gemiddeld schattig, ja. Deze is niet heel schattig. Deze is niet schattig. Deze is gewoon wel schattig. Dit is gewoon een 6 en een 5,5. Die is gewoon schattig. Toch, een rode panda, of kan je er niet mee leven? Ja, gewoon, ik denk gewoon gemiddeld. Maar jij gaat het allemaal met cijfers doen, maar dan klinkt het gelijk weer... Ik wil hem niet een 5,5 geven, dat vind ik weer zo... Het gaat om cijfers in principe. Nee, dat gaat juist gemiddeld. Nee, het is niet vergeleken van elkaar. Een tierlijst is niet vergeleken van elkaar. Dat vind ik wel. Maar meerdere dingen kunnen zeg maar... Maar er zijn geen regels, er zijn geen tierlijsten. Jawel, dat is het ding van een tierlijst. Nou, dat weet ik dus niet. Dus het ding met een tierlijst. Jij gaat een ranking doen. Eigenlijk is dit boven gemiddeld. Want de S is eigenlijk hoort er niet eens bij, zeg maar. Want ja, C is voldoende, dus het is boven gemiddeld. Dus een 5,5 is al voldoende. Dus dat is al boven gemiddeld. Maar jij bent een persoon die blij is... 5 is gemiddeld. Ja, maar weet je wat het verschil maakt van tussen ons? Jij bent een gozer die blij is met de 5,5. En ik vind de 5,5 te laag, zeg maar. Maar 5,5 is voldoende, dat is gewoon goed genoeg. Ja, en ik vind het net op het randje. Je, hebt, dus zeg maar, je bent niet... geslagen, gefeliciteerd. Je hebt je diploma, gefeliciteerd. Je bent niet zo heel goed, eigenlijk. Maar je bent net zo goed als diegene die een 10 hebt, eigenlijk. Maar eigenlijk niet, want die 10 was perfect. Nee, maar je hebt wel bij hetzelfde papiertje. Dus eigenlijk maakt het niks dat uit. Dat is het verschil van onze discussie de hele tijd. Maar dit is gewoon een 5,5. Schattigheid, 5,5. C, we zijn het toch ook met elkaar eens? Ja, zijn we met... C, ja, is goed. Dus het 5,5. Nee, het is een C, dus gewoon bovengemiddeld. Nee, dit is gewoon gemiddeld, iets bovengemiddeld. Nou, want die S moet je eigenlijk... Supreme, dus het is niet eens een heel punt, zeg maar. Daarom zeg ik, dit is ongeveer het midden. Dit is het midden, dit is C en D. Maakt niet uit, volgende dier. B is een 7, A is het zijn geen cijfers. Ja, ongeveer zo kan je het vergelijken. Jij snapt de hele tierlijst. Jij snapt het niet. Jij hebt die joint op tier S gezet. En dan snap je gewoon een kut van. Hij was per ongeluk gelokt. En toen was het hele ding was helemaal door de bar. Hey, doei. Een nieuw diertje. Stokstaartje, zegt iemand. Pak hem maar even bij. Zijn die schattig? Ik heb ze in... die komen best wel vaak in documentaire series. Of zeg maar van die dieren documentaires voor. En daar zijn ze... Best wel lief. Ik weet niet wat ik eraan van vind, maar op een of andere manier vind ik het echt een irritant beest. Nee, ik vind het echt wel goed. Beest. Ik weet niet wat er met dit poppetje is, wat er ook aan is, maar ik vind hem echt vervelend. Tier A of B. En hij klinkt waarschijnlijk ook heel snerpend in mijn oren. En hij zal me ook altijd onderbreken, denk ik. Dus ik zet hem denk ik bij slime. Okay. Hij is gelokt. Nou, ik vind het wel Tier A. Ik vind hem best wel schattig. Ja, oh, dan kon ik nog gemiddelde doen, maar hij is gelokt dus. Okay. Een mier zag ik. Oké, een mier. Maar mieren kunnen dus lief zijn, hè? Dat moet je niet vergeten. Miertjes kunnen... Qua insecten staan ze echt top-tier schattig uit. Oh, ja, nee, dit is een man. Mieren zijn top-tier qua insecten. Maar even eerlijk. Het ligt ook in de foto, want hier is hij gewoon lief. Hier is hij wel lief. Ja, zijn bizar schattige gozertjes. Maar als tierlijst is hij... Van alle dieren ooit. Maar ik mag toch kijken nu van, is hij... Als ze hier zo op een lijn zitten, dan kan je toch kijken, is hij liever dan deze of niet? Nee, ja, dat kan je zien, maar hij is niet liever. Is hij niet liever? Alleen maar omdat hij... Ja, omdat hij is ranzig. Gewoon een beetje maar ranzig. Ik ben ook al een beetje geconditioneerd om hem smerig te vinden, omdat hij... Maar dat beertje, die rode panda, mag je knuffelen. Deze wil je niet knuffelen ook weer. Maar omdat het niet kan. Ja, het kan wel hoor. Hij kan gewoon over je lichaam heen lopen. En dan ga je hem afvegen. Dus dit ja, maar is als een rode beer zo klein was als een mier, dan ging je hem ook van je afvegen, omdat hij gewoon zo klein was als een mier. E, tier E. Toch? Nee, D toch? D, dat is gewoon echt bijna echt heel lief. Maar niet voldoende, zeg je. In jouw theorie maar is het niet voldoende. Maar hoe bedoel je nou een tier D voor een mier? Kijk nou naar zijn koppie. Oké, ze kan niet meer kijken naar zijn koppie, maar hij was heel lief. Dat kan toch niet? Dit kan toch niet een tier D zijn? Maar is het echt zo erg? Een mier, we hebben het puur over fysiek. Schattig, ja. Schattig uitziet. We hebben het niet over persoonlijkheid. Hij ziet niet heel schattig uit, want het is een mier. Hij is best wel smerig zelfs. Ja, maar je hebt het nu over persoonlijkheid. Nee, want persoonlijkheid van mier is heel lief. Dan zou ze bijna tier A zijn. Nou, anders ga je weer boos op me worden. Maar ik vind
E heel laag. Dat is bijna kut. Ja, het is bijna niet. Het is gewoon niet echt schattig hoor, echt. Het is gewoon niet echt schattig. Dat is gewoon kut bijna, ja. Maar ik zit even... Ik wil me laten beïnvloeden door de chat, maar dat mag eigenlijk niet, hè. Ik moet eigenlijk ook even neertypen van wat voor tierlijst die... Want sommige mensen komen in de stream en denken, wat de fuck zijn ze nou aan het doen? Welke tierlijst zijn ze nou aan het doen? Ik denk dat de meeste mensen die onze streamers aanklikken altijd denken, wat zijn ze aan het doen? Ja, precies. Maar nou misschien is het toch wel ergens handig. Oké, ik zat... Maar dan lokt hij wel, hè? Ja, lok hem maar. Het is eigenlijk tier E. Ja, maar ik wil jou ook wel een ding geven, ja, maar ik vind... Ja, wel fijn. Voor de insecten, dan reken ik ook mee. Ik vind het niet echt... Dat is van, maar het is niet... Het is van alle dieren. Het is niet van... Als van insecten zie je tier S. Maar het is niet van alleen insecten. Zelfs van alleen insecten zit pas al tier A nog. Dat is een motten tier S. Nou, oké, ik zet hem... maar ik vind het heel... Je bent te streng. Oké, schattige dieren tierlijst is het, jongen. Daar kijken jullie naar. De schattige dieren tierlijst. Is er iemand een geit opnoemen? Dit is geen wenspuntkeeper. Hier is mijn zwarte tekst. Dennis is schattig. Maar Pieter, wat ben jij een zuurlap vandaag? Nou, dat weet ik niet hoor. Ik ben best wel lief, denk ik. Nou, je bent niet lekker bezig hoor. Maar nee. Misschien vaak wil je later in de stream... Word je zelf vaak beter. Dan word je warm. Tot nu toe ben je niet lekker bezig. Ik heb het gevoel dat ik wel warm ben. Ik weet niet. Schattige dieren, ja. Oké. Okay. Nu is voor iedereen die binnenkomt. Oké, okay, wacht. Even kijken. Wat is dit? Oh, een schattige dier. T-lijst. Een mier op E. Een mier op E. Ja, het dat is bijna kut. Je ziet er over een mier meer in ook. Wat dier van de week is Estier. Of fijne avond trouwens. Behalve jij, avond. Peter. Ja, nee. Goeie avond, Koen. Zijn jullie nou aan het heulen tegen mij? Want dat vind ik erg niet leuk. Nee, maar je bent gewoon niet lekker bezig vandaag. En dat maakt niet uit. Kijk, Ja, de geit werd opgevraagd. Ja, maar iemand ook in een juicy will wishes, die moet je ook eventjes straks doen. Wat? Oh, die zei die mata schildpad. Zal ik die eerst even doen? Ik zie iets heel nasties of zo. Schildpad, hoe nasty kan het zijn? Hij zei het in het begin van de stream ook al. Hij wist het zo erg, hij moest het gewoon laten weten. Oké. Okay. Die is heel nasty. Oh, hij heeft een hele lange nek. Hij is amper iets. Hoe kan ik hem nou een foto van hem doen? Want hij is amper iets. Deze is wel echt iets, hoor. Dit is wel echt een moment. Dit doet me denken aan een Monster Hunter. Ja. Kijk, dit is echt een Monster Hunter. Maar deze is niet schattig. Hij is wel goed. Hij is amper iets. Hij is amper iets, hij is goed. Het is echt een snapjaw is dit. Ja, als zou hij koelen of de chille dieren... Ja. Dan staat hij gewoon... Niet tier S, maar nou, hoog. Yes, dan ik zou hem zo geven, hoor. Hij heeft puntjes op zijn schild alsof ook, alsof hij cool moet zijn, ja. Maar nu hebben we te maken met de F. Schattig, geen slime, ja. Het is gewoon slime tier. Slime, echt? Ja, die zit er niet bij, maar gewoon kan tier doen, F, ja. Man. Moet ik slime nog activeren? Hij kan het doen, hoor. Wil je echt slime geven? Ja, wel geven? Slime. Dat is wel slime lullig, tier. Hij is gewoon niet lief. Ik even kijken wat de chat ervan zegt. De poll... Maar ik denk dat die het ook niet... die gaan het ook wel slime noemen. Ja, die hebben geen... Die voor mij maar tot de D, volgens mij. De slime tier, daar past hij gewoon prima tussen. Hij is gewoon niet schattig. Hij is goed, maar hij is niet schattig. Die wil geen eitje over zijn bolletje geven. Is ook, ja, hij komt niet eens helemaal in beeld meer. Dit is geen beste slime. Drietenige luiaard. Ja. Drietenige luiaard. Als hij meer tenen heeft, dan moet ik hem niet... Nee, dat is niet die hij wil. Beste wensen, hé. Beste wensen. Okay, daar hebben we die luiaard. Daar hebben we de luiaard. De matematische schildpad heeft van de chat ook een tier F. En hier is... en hier is ook wel een ding. Daar gaan we. De luiaard. En voor mij heeft hij een persoonlijke goede indruk gemaakt op me in alles wat ik hem ooit heb gezien. Dat ik hem echt... Kijk hem nou. Die is zo lief. Nou, dat vind ik dus hij niet. Hij is zo heel lief. Is hij lief of ja, is hij geinig? Hij is echt heel lief. Dat hij is iets echt wat, heel lief. Dat is iets wat is zeg maar, makkelijk met elkaar te verwarren is. Jongens, ik had een schildpad. Alleen deze heeft zichzelf levend begraven. Ik heb hem nog geprobeerd op te graven. Zichzelf wat? Levend begraven? Dat weet, niet of het, weet ik niet. De... klinkt heel lullig. De luiaard. Ja. Kijk, hij is bijna vervelend. Nee, hij is echt ja, maar hij is heel lief. Hij is optimaal geinig, zeg maar. Maar dat maakt hem juist minder lief, denk ik. Als je echt kijkt naar puur schattigheid... hij is bijna een beetje geflipt, hoor. Als ik alleen naar uiterlijk kijk, dan heb je wel een punt... en hij is een beetje geflipt. Maar als ik weet hoe hij is, want dat telt wel mee... Ja, want nee, het gaat nee, om nee. dieren. Het gaat om dieren, hoe je toch ook een beetje is. Maar net waren we nog heel oppervlakkig tegen die mier aan het zijn.
Dat is wel waar. Als alleen naar uiterlijk kijk je, dan gaat hij wel echt flink zakken. Want als we persoonlijkheid mee gaan nemen, dan is bijna geen één dier schat, want alle dieren zijn een klootzak. Nou, de lange, het is zo lief, dat is een tier S. Maar omdat hij niks kan doen, hij is te traag om je aan te vallen, maar anders doet hij het. Ja. Zoals een koala, dan denk je, oh, die is echt schattig, maar die valt hij gewoon aan. Nee, die knuffelt ook echt wel heel veel. Echt niet, die is hebben video's gezien. Volgens mij zijn die heel agressief. Nou, misschien in het wild, maar als hij die dingen, dat we gaan zich lekker knuffelen met, vindt ze heel leuk. Dat is het ding met van dieren. Als je ze zijn hele leven opsluit, dan worden ze heel lief, want dan zijn ze echt heel lief zijn ze ook, hoor. Maar als je echt alleen naar uiterlijk kijkt, is echt een beetje een soort van Mr. Mime achter met klauwen ook nog. Is het. Hij zegt fucked up. Hij doet me denken aan een Mr. Mime, die is ook fucked up. Hij is gewoon creepy. Jij doet me denken aan Mr. Mime, je clown. Ik snap helemaal niks van wat er uit je mond komt. Waarom wil je hem zetten? Ja, als alleen uiterlijk doen. Ik denk dat. Ik weet niet wat de regels nu zijn. Net wist je de regels heel goed. Ja, maar Mier ging ook niet zijn weten met doen. Met je heel fel. Ja. Uiterlijk is het gewoon echt wel tier 1 bijna, misschien wel. Maar als het uiterlijk, dan kun je sommige roofdieren niet meetellen. En dat vind ik oneerlijk. Want die roofdieren, die gaan je opeten. Ja. En die kunnen wel schattig uitzien. Ze kunnen toch schattig zijn? Ja, ze kunnen schattig uitzien. Dus ik denk dat de regel moet zijn. Ja, ja. Hoe ze eruit zien. En dan is hij gewoon geflipt. Dan is hij gewoon eng. Hij is gewoon echt zo eng. Sneak peeken naar je. Hij creepy crawlt je werkelijk. Team T-Res. Het doet me denken aan Timo. Waar moeten we dan? Ja, Team D, denk ik. Hij is ook niet zo smerig als een mier. Maar we weten dat hij heel traag en leuk is. En dat ja, dat maakt het moeilijk. Ja, want anders zou ik hem echt tier A minimaal geven. Maar anders zou ik hem misschien echt bijna bij slime gaan doen. Want hij is bijna horrormateriaal. Want ik wil nog even deze even voor bewijs. Hoe is dit geen horror? Hij is ook een flip. Dat is een volwassen man is dit. Om een hoekje naar je kijkt. Hè? Ja, deze is fucked up. Nee, ik ga gewoon zeggen, dat is tier D. Is het wel een mooie plek. Hij is per ongeluk gelokt. Ja, maar het is geen slechte plek ook. Hij is gelokt ook. Ik kwam er goed mee weg. Ja, want hij is ook niet... Maar het is wel lastig om rekening te houden, want hij is heel geflipt, eerlijk gezegd. De chat gaat wat tier S, maar als je rekening houdt met alleen uiterlijk, anders snap ik tier S gewoon, hoor. Want ik vind Leeuwarden echt heel goed, eigenlijk. Ik vind ze heel goed. Misschien wel tier S dieren bijna. Ik zou ze niet vertrouwen, want ze zijn echt geflipt. Ze zien er heel geflipt uit, wel. Ik ben echt een beetje engertjes, ja. Kijk, die foto moet je even laten zien aan mensen dat ze even denken van, oké, ik snap wat je bedoelt. Kijk, die creepy crawltje van, moet je voorstellen, komt hij onder je bed vandaan. Alsof je niet weet of hij snel is of niet, ook nog. Ja. Dan komt hij. Met twee van die nagels, raptornagels. Oké, deze is gewoon niet lief. Hij ziet er gewoon niet lief niet uit. Hij is niet lief. Nee. Hij is gewoon echt heel eng zelf, ziet hij eruit. Hij kon gewoon bij slime gaan, hoor. Je weet dat hij lief is. Hij is zo geinig in alles wat hij doet, dat je bijna niet meer kan zien zonder. Maar eigenlijk is hij gewoon echt horrormateriaal. Maar kijk naar uiterlijk, is hij niet wat lief. Wat vinden jullie van die schattige vleerhond? Echt een supreme tieres. Dan gaan we even kijken. Er zijn nog meer dingen binnengekomen, die gaan we ook straks even kijken, hoor. Een vleerhond. De vleerhound. Die is toch wel. Ja, heb je hem mooi. Het is ook gewoon leuk om dierenplaatjes te kijken. Ze zijn al lekker diertjes te kijken met z'n allen. Vinden we gewoon mooi. Dit is een dom te gniffelen hier. Dit is gewoon liefie. Kijk, en dan moet ik toch streng zijn. En je hebt toch voordeel, heb je een beetje pluis, hè? Als je een schattig dier bent. En dit maakt hem toch wel een beetje geflipt. Ja, maakt wel een beetje bijna een spinnenpootje. Ja. Dus ik zou voorstellen, maar ik vind hem schattiger. Misschien denk ik hetzelfde. Ik vind hem schattiger dan die beer. Ja, ik ook. Gewoon B, denk ik. B is echt goed. Ja, dat dacht ik. Hij is wel een beetje creepy alsnog. Timo, je bent best wel lekker bezig. Maar hij is ook niet echt groot. En daarom maakt hem ook weer liever ook nog. Want hij niet zo groot is. Want dan zou hij echt gigantisch zijn. Dat zou niet meer schattig zijn. Deze is gewoon een mooie type B. En ik denk dat we hier heel erg op een lijn zitten. Hij heeft schattige ogen. Timo, ik moet zeggen... Je bent gewoon wel lekker bezig. Nee, tot nu toe zitten we wel op een lijn, hè? Ik begin een beetje te snappen. Waarom krijg je zo'n streamteam awardje dan binnen? Dat is nog steeds wel onterecht. Hoezo? Ja, je hebt de gaming vergeten, je gaminglijst nog steeds. Maar met dieren zit op een lijn. Nee, ik van die lijst, ja, het is niet mijn. Ik ga niet zeg maar, het is ook niet mijn lijst. Ik wil niet dat het zeg maar de geschiedenis ingaat als mijn lijst. Dus het is meer jouw lijst dan mijn lijst. Heb ik het idee. Het is wel jouw lijst. Maar, we hebben een nieuw diertje nodig. Even kijken wat er binnen. Chat gaf hem een tier A, de vleerhond. Heel gul en leeft ze niet. Het is wel. Die hebben ook al alles tier S gegeven tot nu toe. Wat dachten jullie van Katgiros? En Peter, doe niet zo naar tegen Timon. Ik had eerlijk gezegd het gevoel, hij ging net echt zo, oh macho man, tegen mij te zeggen. En ik dacht dat vind maar ik... sinds het begin van de stream onze sponsor had aangekondigd, ben je al boos op me. Ja, oké, wacht even dan. Gaan we even pauze. Kan ik die muziek even uitzetten?
Want ik ben eerlijk gezegd, een mooie sponsor binnengehaald en dan ga je negatief en zuur. Aan de ene kant ben ik een beetje, ben ik heus wel blij voor je, maar aan de andere kant voel ik me, ja, eerlijk gezegd, en het gaat helemaal niet om commercieel of zo. Ik voel me een beetje genaaid, want het werd meer hoe je het bracht. Het was echt zo, ik heb een verrassing voor jou, ja, en je ging het opbouwen en toen gebeurde echt zo van, en dan denk ik van, ja, wat moet ik hier nou mee? Wat heb ik hier nou aan? Ga je mij stream, ga je promoten, je eigen streams met Egbert promoten en wat heb ik er dan aan? Ik dacht, je gunt, maar... Dat, ik, ja, ik kan het wel gunnen, maar dan had je het anders moeten brengen. Want, of even moeten bespreken, want nu gooit het op mijn dak. Gun, nu, je bent geen gun. Rot Jochem tegen mij, hey Peter, ben je nou echt een gemene gozer, ja, of zo? Ben, en dan denk ik van, nou, zo bedoel ik het natuurlijk helemaal niet. Maar het, ja, valt allemaal een beetje op mijn dak, weet je, ja, wel. Maakt niet uit hoor, maar ik had gewoon meer van je verwacht. Dat is gewoon het enige wat... Hij heeft het echt met verwachtingen te maken, denk ik dan ook. Leuke verrassing, maar oké, het zal dat niet meer doen. We hebben nogal dieren binnengekregen. Ja, wat vinden jullie van de wolzwever? De wolzwever. C-H-I-L. Een muismakie. Gaan we echt nu een nieuw species ontdekken? Oh, wat ben je met? Oh, wat de fuck eens is dit nou weer voor gekkigheid? Wacht eens eventjes. Wacht even, bereid je voor, chat. Wacht eens even. Wat hebben we hiermee te maken? Wat hebben we hiermee te maken? Weet je, wat is jouw eerste indruk? Het is maar een strontvlieg, alleen dan net iets zachter. Dus ik... Zo zag ik hem nog niet eens eigenlijk. Ik zeg echt een pikmug gelijk voor me. Dat is de corgi. Dit is toch wel... Ja. Deze kan niet. Wat dacht je van zo'n pulletje? En dan heb ik het niet over zo'n pilsie lekkerst, lekker sico, lekker geel. Ja, maar neem me niet kwalijk als ik toch zo'n pilsie ga googlen. Ja, tuurlijk. Ik denk deze kan de mier vergezellen. Of denk je echt, hij is zoveel schattiger? Ik vind een mier schattiger wel eigenlijk. Ik vind deze heel ik vies. Ook eigenlijk. Ik vind deze heel smerig zelfs. En deze kan gewoon tier F zijn. Je gaat hem weer uittrekken. Dat kun je maar even zien, toch? Dit is een tier F. Nou, hij is gewoon heel smerig. Zijn pookjes zijn smerig. Zijn, ja, eigenlijk wel. Angel is smerig. Maar ik werd in die maling genomen door dat... Beetje vacht. Vacht, ja. Maar hij gaat me steken de hele tijd. Ja, hij is echt naar. Dit is echt een vies beest. Dit is echt een vies beest. Dit is een vies beest. Ja. Nou, weet je wat? Ik zou E zeggen, maar als jij F... Ik zou F zou ik persoonlijk zeggen. Maar als je echt E voelt... Ik vind een mier gewoon liever. Ik ben gewoon een mierman. Ja, ik ben op zich ook gewoon een mierman. Oké, er waren nog wat dingen voorgesteld. De chat die zegt echt een tier F. Die is helemaal klaar met het vieze beestie. Hopelijk hebben we niet te veel gemist, jongens. Corgi, zegt iemand. Dan gaan we wel... Maar dat is was dat de laatste? En iemand had nog een muis iets achter. Maar die gaan we dan straks even doen. Dat kennen we, dat hondje kennen we allemaal. Maar dit slaat ook helemaal nergens op. Slaat het nergens op? Nee. Ze zijn wel heel erg lief ook, hoor. Maar ik vind hem ook een beetje irritant. Maar ook al een beetje... Deze foto is heel irritant. Zijn hoofd is irritant. Is gewoon, ja, zijn hoofd is helemaal gewoon een normaal hoofd. En dan gaat hij een mini-lichaam eronder... Alsof hij een Funko... Mini-lichaampje is wel heel erg lief. Ja, maar het is Funko-stijl. Ik ben geen Funko-man. Maar je moet dus ook bedenken... Want je weet dat deze dieren zijn voor zichzelf, ja, extreem schattig. Maar dan moet je hem helemaal loslaten. Je moet alleen kijken hoe hij eruit ziet. Ja. En hij ziet er wel een beetje irritant uit, maar hij is best wel irritant dus. Ja, best wel irritant. En ik weet dat de chat misschien helemaal tegen me gaat keren als ik dit ga zeggen. Ja, maar ik snap wel wat je... Maar de pootjes vind ik wel heel lief, maar zijn kopje staat, ja, me niet aan. Ja, maar het is niet de full package. Nee, zijn kopje staat me niet aan. Full package niet A, niet B. Ik ben, pak als een kopje van een mier erop en dan heb je nog wel een tier S, zeg maar. Maar niet dat kopje staat me niet aan. Nee. En ik weet dat het een aardige gozer is, hoor. Ja, daar gaat het helemaal niet om. Hij kan zomaar je beste vriend zijn, heb ik zelfs het idee. Maar... Het geen lief is een naarkoppie. Ik ga het opperen. Oké, stel het voor. Ja, maar als ik C zeg, dan lieg ik eigenlijk al gewoon. Wat dachten jullie van het vingerdier? Wacht eventjes. We zijn eventjes boos op deze hond. Ja? Wat denk jij? C is al... Spookdiertje, tieres. Eigenlijk vind ik hem te hoog. Ik vind... Maar ik vind hem niet zo geflipt als een luiaard. En zijn lichaam is wel echt heel schattig. En dat maakt zich weer goed. En denk ik wel een C eigenlijk wel. Maar ik vind deze al leuker. Maar jij kan misschien een beetje in hetzelfde... Dit is geen best, maar ik vind het niet. Ja, de beer is een hogere tier C dan weten. Maar dat maakt niet uit. Maar hij valt al binnen C. Dit is gewoon een lager C dan misschien. Maar van ook de hondenspecies. Er zijn zoveel schattigere honden, vind ik. Dan die niet gelijk irritant aan het zijn. Ja, maar hij is ook wel heel lief ook. Natuurlijk. Hij is ook wel heel lief. Want als je gewoon... Zet al BFF materiaal, maar ja... Kun je nog zijn wel... kopie is heel irritant gewoon in deze foto. En het staat er gewoon, dus heeft hij het ook gewoon niet mee. En de chat zegt gewoon een tier S. Die geeft er gewoon een tier S nog. Ja, maar... Zie je, misschien snap ik dus wel wat een tier S is en snap jij het niet. Want ik wil ook alles gewoon een tier S geven. Dit zijn allemaal gezien, er geen tier S tussen. Oké. Wat hebben mensen nog gezegd? Iemand zei iets met een muis, maar die zegt... Maar al ken je ook een corgi. Sorry dat ik jou onderbreek, ja, nee, nu. Mag.
dan ben je waarschijnlijk ook echt geïnfluenced door die core game. Maar dan mogen we niet naar kijken. Dan moet je loslaten. Want als we naar gedrag gaan kijken, staat die luiaard op S en dan staat dat hondje op S. En die mier ook hoor. Die mier staat ook op S. Maar dat kunnen we gewoon niet meerekenen. Oké, okay, moet echt streng zijn. Wat zijn die laatste gozer? Wil je... Dat weet je niet. De gestreepte tenrek? De gestreepte engnek of zo. Die gestreepte engnek. We zijn er weer, baby. Wacht eens even, dit is een nieuwe species. What the fuck? Dit heb ik echt nog nooit gezien in mijn leven. Kijk, dit is toch als even mooi. Waku waku stijl leren ja, we gewoon wat is dit nou weer? Als ik hem nu per ongeluk lok, is gewoon de hele lijst ook. Maar kijk eens even wat we hier hebben. Wat is dit nou weer? En hier kunnen we niet geïnfluenced zijn, want dit is gewoon werkelijk een nieuw species. Volgens mij deze hebben we gewoon een nieuw dier, is het ontdekt. En mogen we dan ook een eigen naam geven, is het eigenlijk niet. Want voor mij is vorige week uitgekomen, volgens mij. Oh, iemand anders heeft deze ontdekt. Ik dacht, wij nu de eerste waren die deze man hebben ontdekt. Ik zie iemand slime zeggen en dat wil ik het absoluut even niet mee eens zijn. Want ik ben een fan van dit soort neusjes. Snoetjes. Dan denk ik aan die miereneters. Die zien er heel lief uit. Maar hij heeft ook klauwen. Je moet die klauwen niet vergeten, hij heeft wel klauwen. Maar dat hoeft niet. Dit is geen schattig te zijn. Want nou, je ziet dat hij klein is. De hond moet ook meedoen. De kleine. Sorry als jullie berichtjes ook een beetje mist, hoor, jongens. Ja, het zijn er veel. De wasbeerhond. Slaapgebrek is wel scherp, maar met het beestje. Dat vind ik wel mooi om te zien ook. Dat is een nieuwe dier, hè? Ik vind deze best wel schattig, eerlijk gezegd. Maar die klauwtjes, ik zie hem voor me alsof hij echt. Maar hij is ook wel een beetje eng, hoor. Hij is ook wel een beetje eng. Ik hoe zie groot nu... zie je hem voor je? Volgens mij. Ja, je handpompie. Ja, en dan zijn die klauwtjes juist heel erg lief. En dat is puur de schaal. Maar hij is ook een beetje... Hij is maar niet geen net vachie heeft hij, dus het is ook niet echt... Maar dat maakt hem juist heel leuk en schattig. Nee, dat maakt hem juist slechterikachtiger. Maakt hem slechterikker. Zie je wat je bedoelt? Flapjack octopus er ook maar bij. Flapjack octopus. Maar ik ga je iets opperen en dan moet je maar kijken of je boos wordt. Maar ik zeg okay. Ze wel B voor. Ja, ik zag dat precies hetzelfde. Die staat mooi naast het vlerenhondje. Ja, maar ik vind hem wel schattiger dan het vlerenhond nog. Ik vind deze heel erg leuk. Ja, ik vind leuk. De vlerenhond denk ik Ik vind deze heel erg leuk. Ja, ik vind het erg leuk. Dan B is ook gewoon een goede plek. Het is ook gewoon een goede plek. Er is niks mis mee verder. Hopelijk echt locked ook. Ja, gewoon gelokt. Timo, dit is gewoon gezellig, deze tierlijst. We zitten zo op een lijn, ja, joh. Die zitten we echt op een lijn. We kadieren zitten gewoon heel erg op een lijn. Dat gaat gewoon heel erg lekker. Oké, wat zeiden mensen nog meer? Die wasbeerhond? Dat is allemaal een klier. Dat is een klier, toch? Of niet? Weet je nooit. Blik dragon van tier. Een wasbeerhond is werkelijk iets. Oh, wat hebben we hierbij? Wacht eens even. Ik dacht, hè? Maar ja, wat, ik heb een nieuwe species ontdekt, jongens. Het is een nieuwe regio in de wereld vrijge. Dit is zeg maar een wasbeer, maar dan heel erg bol. En dan slechterik, zeg maar. Oh, eliminated. Wat? Oh, kan het nog terug? Oeh. Bijna eliminated. Hij is gelokt. Dan kan je die controle zetten en even opnieuw erin doen. Oké. Ja, de wasbeerhond. Dit vind ik wel moeilijk, want hij is toch ook wel heel erg knuffelbaar ergens ook al. Maar ik vind hem heel geflipt. Maar heb jij dat niet? Dat hij ook hij staat je echt... Hij wil echt dood hebben, zo ja, kijkt hij je wel en aan. Hij ziet er ook uit alsof hij echt groter dan een rottweiler is. Hij ziet er ook heel lief uit ook verder. Maar hij ziet er helemaal geflipt in mijn hoofd uit. Ja, vind je het echt geflipt? Want ik vind deze ook wel weer lief. Omdat hij zo bol en zacht als is. Als hij s'avonds over straat moet en er staat opeens een... Die blokkeert de weg en hij is groter dan een rottweiler. Deze, hij kijkt groter, zo naar je. Hij is niet groter dan een rottweiler, hij is een corgi grote. Die is niet groter dan die is geen rottweiler. Wat zeg je? Ja, ik zou zeggen TC zegt gelijk. En dat past hij goed in ook. Nou, ik zou hem heel mooi vinden tussen de, naast de... Wat is het? Die luiwaard is echt fucked up, die staat veel te hoog. Ja. Die luiwaard is echt fucked up. Ik denk dat D mooi is. Kun je daarmee eens zijn of denk je van dat is hem absoluut niet? D, daar ga ik wel mee leven. Ik vind hem zelf wel liever dan een D. De chat zegt een S. Hallo, dat beest wil je nek kapot bijten het liefst. Dat vindt hij heerlijk. Nee, maar dit is geen tier S. Dat is gewoon chat, daar gaan we echt van. Maar chat heeft alles nog tier S. Ja, ze hebben tot nu toe wel, vinden ze alles wel heel lief ook. Maar dit is geen tier S. Ja, kom op jongens, ik moet ook even scherp zijn en eerlijk tegen onszelf zijn. Maar wat gaat er dan in de S komen? Wordt echt zo schattig moet het zijn. Ja, dan moet, we kunnen wel even gaan kijken wat het misschien gaat. Oh, ze had al dingen opgeroepen. Ja, ik heb het... Wat tikkel je in voor gekkigheid? Ik ben benieuwd. Oké, nou. Echt, wat is dit nou weer voor een beest? Een full screen ook. Dit is geen als je een wallpaper wil.
van dit ding. Nou naar die lieve muis maken of de lorry. Nee, dat gewoon neer is hij ook gewoon. Of leeft hij gewoon op het droge? Is het geen vis? Dat weet je dus niet. Deze is echt een goal. Ja, maar als we deze lijst heel serieus nemen. Dit is gewoon een slime team. Ja, een slime. Dit doet me echt denken aan Resident Evil Monster gewoon. Natuurlijk bestaat die. Maar hij bestaat gewoon blijkbaar. Dit is een Black Dragonfish. Ja, daar gaan we niet eens over praten toch gewoon. Dat is echt fucked up. Het is niks persoonlijks ook hoor. Nee, het is niet echt een lief beestje. Een lief beestje, maar als je chillen, bij de chillen dieren joh. Zie die flame scherpe tanden, dat zo, doet het goed bij chill uit. Ja, tuurlijk. Dan staat hij naast die turtle. Die ninja. Dit is geen wenspuntkeeper. Woestijnregen kikkertje. Oké, dat klinkt goed. Dat klinkt als een tier S kandidaat, een kikkertje. Omdat die kikkertje zegt. Ja, een kikker, weet je wel. Zie wordt echt zo'n nasty kikker. Dat kan ook natuurlijk. Was het een woestijnkikkertje? Nee, moet even, ik weet niet wat hij zei precies. Een woestijnregenkikkertje. Ja, het kikkertje maakt het nog extra lief. Nou, even kijken hoor. Oh! Dan verwacht ik toch echt een heel erg iets anders. Okay, ja, ja. Deze is geflipt. Ja, vind je deze wel? Hij is ook wel heel lief. Hij ziet eruit alsof hij zombie is. Maar hij ziet er ook al een beetje lief uit. Maar hij is smerig. Hij is wel smerig. Je weet maar, is ben ik geen meme man van? Het doet me denken aan een meme. Ja, mij ook. Maar hij doet mij denken aan die meme, zeg maar, waar dat vis dat bordje gaat eten en dan gaat kreunen. Dat lullige... Maar dat is hem niet, want dit is geen vis. Maar ik vind hem, hij is te ranzig. Nee, dit is die gewoon... idee, zou ik zeggen. Maar hij is ook wel ergens... Ergens heeft hij wel iets liefs. Ja, hij heeft potentie, is het. Maar dat is meer de kikker in hem. Maar dan kan je hem niet gelijk slime geven of F, vind ik. Ja, maar is hij echt... Ja, al was hij niet... Maar ik denk ook aan de kikkers die bestaan die niet ranzig zijn. Ja, en niet, zeg maar, dood uit hun ogen kijken en zo, hè. Dit is een tier D, toch gewoon. Maar wat denk jij maar dan? Ik vind het zo lullig voor die mier de hele tijd. Hoezo? Die mier is ook gewoon wel creepy, hoor. Hij heeft echt een klauw. Hij had kraaloogjes, had hij. Ja, maar hij heeft wel echt een tangmondje. Ja, oké. Okay. Als je vinger erin stopt, dan ben je gewoon neer. Oké, okay, nou dan hij is gelokt, dus we kunnen praten wat we willen. De chat zegt ook een tier S, het kikkertje. Dit is geen wenspuntkeeper. Jullie vergeten de kwokka. Ik ga prachtig schattig. Het klinkt als een kikkertje. Met een vogel. Ja, ken je die? Dit is geen wenspuntkeeper. Nee, ik weet het kwokka niet. Is 100% een tier S, geloof me nou. Doet me eraan denken, ik weet niet of ik het ken. Dit is geen wenspuntkeeper. Oh, oké. Okay. 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 Wat? Wat? Dit heeft echt zo'n koppie? Dit is geen geinig plaatje, jongens. Nee, hij heeft in elk plaatje heeft hij zo'n blij koppie. Maar ik ga je vertellen. Ik vind het bizar dat hij al zo'n blij gezichtje heeft. Gewoon voor zichzelf. Dat vind ik wel een beetje leuk. Je zou denken, dit is echt een instant ass. Ja. Maar hij doet te veel zijn best. Ja. Heb ik het hij idee. Is een beetje cringe, die gast. Hij is cringe, die eikel. Hij is wel lief op zich, maar hij is gewoon te menselijk. Omdat hij een blij gezichtje tekent. Dat maakt hem creepy. Je kan zeggen, als je lief bent, dan moet je van... Kijk die nou! Ja, ik zit al van... Ja. Nou, dan ga je gelijk weer creepy, is hij gelijk weer. Maar ik zal hem even als voorbeeld geven. Voor de hij moment. Is te menselijk. Het is zeg maar... Heeft die handjes en zo... Als je lief bent, dan gaat het vanzelf, denk ik dan. En hij doet echt van, hoe kan ik zoveel mogelijk... Zo hoog mogelijk in de schattig tierlist komen. Ja. En zo werkt het eigenlijk niet natuurlijk. Ik begin weer 1,5 uur te laat met kijken. Vot begint nu. Groetjes uit het verleden. Je hebt niks gemist. Dit is de lijst. Maar echt, wil jij het hem echt? Nee, want, geen tier S. Het is geen tier S. Ik gewoon. Heb het gevoel, als we hem tier S geven... Ik vind hem een beetje creepy, maar niet te menselijk. Ik vind het gewoon eng. Als we hem S of A geven, dan heb ik echt het gevoel, het is hem gelukt. Een B. Ik denk dat een B. Het is hem gelukt. Maar hij is niet helemaal niet lief ook weer. Nee, dat klopt. Een B vind ik maar hem ik voel mooi. Me wel gemanipuleerd. Dat mag je best weten. Tuurlijk, maar hij heeft een menselijke lach en dat is gewoon eng. Dat is niet lief, vind ik dat. Maar die corgi staat wel heel hoog, hoor. Die corgi is wel een menselijke lichaam. Die is zo schattig. Zijn lichaampie is gewoon heel schattig. Als hij hem lopen waarschijnlijk, is heel lief. Ja, maar dat zien we dus niet. Terwijl je een luiwaard zou zien lopen, denk ik. Terwijl je echt ook leuk loopt, denk ik. Dat is echt een creeper. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb hem gelokt, maar... En zei de kokka S, zegt de chat ook weer. Tier S. Hebben ze wel keuzes? Ze hebben meer opties. Ja, ze hebben meer optiekeuzes. Ja. Maar echt een S, zeggen ze. Even kijken, ik ga de volgende. Een Mata. Dat
hebben te maken met een schildpad. Oh, dat is weer dezelfde schildpad. Is het dezelfde? Ja, het is dezelfde schildpad weer. Wauw. Dus een matte schildpad maar weer. Maar hier is hij wel een stuk liever. Hij denkt, die eekhoorn, die blijkoppie, die komt hoog. Laat ik het ook proberen. En weet je wat? Ja, TB. Nou, C. Het is wel van slijm naar C door een blijkoppie, hè. Dus het is echt... Ja, dat is ook gewoon een beetje zielig. Dat is ook een beetje zielig. Maar dat bedoel ik dus, want dan zo kan iedereen het. Hé, ik doe alsof ik vriendelijk ben. Oké, nu ben je schattig. Ja. Oké. Hoeveel moeten we er nog in proppen? We moeten even een paar waarvan we denken, die is misschien tier S. Want we moeten een beetje... Want dan nu is het net geen één tier S is. Ja, maar dit is hoe jij het wil in het leven, toch? Zo werkt het ook gewoon. Dit is geen zo werkt het ook. Maar hoor. Ik ben het er niet mee eens. Er zijn veel meer S'en in het leven, man, die gewoon fantastisch zijn. Oké, was er een voorstel binnengekomen? Een Ilipica. Ik weet niet eens wat het is, gast, joh. Ik weet niet eens wat moet typen. Ja, ik zie ook niet. Mijn brein ziet niet welke letters het zijn. Madagascar da gecko. Mag de Madagascar gecko doen? Ja. Nou, een gecko. Maar de chat doet zijn best ook wel. Oh, rustig allemaal, rustig. Halt. Peter, heb je gedoucht? Heb je gedoucht? Dat is persoonlijk... Ja, dan moest hij een ochtend, maar dit is gewoon toch... Deze is echt extreem lief. Ottertje bijvoorbeeld, testier. Dit is gewoon heel lief. Ottertje bijvoorbeeld. Nou, we gaan eerst even de... Dit is gewoon een tier S, toch? En dan kunnen we kort op praten. Hij is wel een rare kleur. Ik wel denk van, ho, wacht eens even. Zit jij een A of zit je een tier S, denk ik dan. Het tier is heel simpel. Dit is gewoon een B. Echt? Ja, nee. Ja. Geen tier A? Ja, maar ik ga wel gewoon... Hij is heel lief. Ik ga jou onzin loslaten weer een beetje. Ik weet gewoon de potentie van salamanders. Ja. Dit is een crab salamander. Ik zie ook bijna naar C gaan. Dit is een crab salamander. Echt? Er zijn echt salamanders. Zeg eens een lieve kopie niet! De standaard salamanders zijn al gewoon beter. Gewoon of je zo'n standaard casual salamander. Die is al beter. Deze heel lief. Nou, oké, dat die B dan. Maar het is wel laag, hoor. Nou, dan moeten we B doen, want ik wil gewoon C. Kijk, hij kijkt tenminste blij. Zie die man? Hij is toch liever dan een corgi, of niet? Ja, dat klopt. Dat klopt. Een uiltje werd net gezegd en dat heeft potentie. Hoe hoog staat Timon op deze lijst? Zo, F. Neuk er zo een kiwi voor. Neuk er een kiwitje in. Ja. Maar dat weet ik van gewoon. Daar moet een kiwi in. En dat is gewoon. Een spookdiertje of een slurfhondje. Maar dit is gewoon clean. Clean tap, clean go. Want het is zeg maar fruit en het is schattig. Want het is zacht, zeg maar, ook nog. Het is gezond ook. Maar mag je niet meerekenen dat het gezond is? Nee, maar het dat is mag gezond. Niet. Maar dit is gewoon ik ga wel clean. Dat stickertje, daar ga je bijna denken van... Ho. Wacht. Maar het maakt hem plastic. Ook wel weer geinig. Ja. Dus ik zou zeggen, clean ass. Kiwi, clean, tier ass. En niet eens gewoon moeilijk doen ook. Zo'n slurf. Spookdiertje, ja. Welke wil je? Een slurfhondje of een spookdiertje? Een slurfhondje klinkt heel lief. Maar het komt wel dat ze een klein woord van maken. Of heet die echt? Ja, hij heet slurfhondje. Oh. Wacht eens even. Deze kennen we. Ja. Deze vind ik wel echt heel creepy eigenlijk. Ja? Ja, ik weet dat jij met een heel blij kopje zit te kijken of hij heel lief is, maar ik vind hem heel eng eigenlijk. Ik vind dit echt een engert. Dat is een leuk mannetje. Dit is een clean B voor mij, hoor. Nee, deze vind ik echt gewoon een tier D zelfs. Ik vind het echt een net. Ja. Je ziet net zijn aders niet op zijn slurf zitten. Ja, maar hij is zo mini, dat kun je niet eens voorstellen. Maar dit is echt een engnekkie. Dit is een engnekkie. En dan komen we uit op C, denk ik. Dan komen we op C uit. Maar ja, ben je er tevreden mee? Want ik zeg B, jij zegt D, dan moeten we die C maar. Maar hij is leuker dan een corgi en leuker dan dit ding. Nou, ik vind hem heel eng dus eigenlijk. Ik vind de corgi liever. Ja, maar omdat je dit is geen omdat het zo'n topgozer is. Ja, maar is. Deze is ook een topgozer, dat weet ik ook al, maar nee, hij is er wel eng uit. Nee, dit kan zomaar een eikeltje zijn. Maar hij is wel heel schattig. Ik weet niet, ik vind hem niet heel schattig. Ik vind hem gewoon echt wel eng. Dus wil je, maar jij kan hem ook naar B gaan. Nee, niet naar D, hoeft dan niet. Jij zei B, ik zeg D, dan is hij C, toch? Dan vind ik dat een eerlijkere dan dat hij naar D gaat, terwijl jij hem gewoon een B vindt. Nee, oké. Het is maar één tier, en niet is een tier A. Normaal, we lijken even geen één dier echt schattig vinden en zo. Ja, maar dat wordt moeilijk, hè? Want normaal, deze had ik gewoon A kunnen zetten, normaal gesproken. Ja, maar dit is geen wenspuntkeeper. Hij heeft klaas. Wat dacht je van de Ilipica? Een geinig mannetje en bovenal leuk. De chat zegt dus
Kiwi S ook. Ja. De links. AUB. Easy S. Ik ga nu niet in dat woord wat ik niet kan lezen. Okay. Ilipika. Maar dan komt hij weer. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Wat is dit nou? We hebben het. Wat is dit? Is ik word hier boos van. Ik word hier boos van. Die ook gewoon echt. Ja, dit snap ik wel hoor. Dit is een naar mannetje. Dit is een heel vervelend ventje. Er staat ook op Google staat schattig, maar helaas ook bedreigd. En ik weet niet of ik het helaas vind. Eerlijk persoonlijk. Nou, ik ga niet. Ik ga niemand zeg maar, uitsterven toe. Drie. Maar het scheelt niet veel, ga ik dan ook weer zeggen. Het scheelt niet veel. Ja, maar voordat die poll begint, moet je dit kopje ook nog zien, hè? Het is gewoon deze is wel heel lief dan. Ja, wat doe je nou? Deze. Ja, maar je doet irritant. Ja, maar deze is wel heel erg lief eigenlijk. Maar ga niet irritant doen. Dit is geen wenspunt. Hij was niet irritant, hij was alleen maar lief. Hier is hij heel irritant. Hier is hij dan weer heel irritant. Maar net was hij zeg maar heel lief. De clean F toch? Sowieso ook. Tier. Ja, dit is een tier F, clean. Dit is geen irritant, die moet me niet uit gaan dagen, is het ook. Kap gewoon. Ja, ga me niet uitdagen, gast. Je gaat me niet uitdagen. Maar die ene foto was je tier A, en die ging je me uitdagen. Hij was heel vervelend. Je zag het niet eens dat hij zo vervelend. Hij is geniepig ook nog. Kangeroe muis. Er zit nog geen... Een vraagteken zei je zelf ook. Het is niet eens een dier. Wat? Kangeroe muis is geen... Oh, is wel een dier. Timo, je twijfelt te veel. En dit is geen wens. Moet je voorstellen dat we deze niet hadden gedaan. Oké, jongens, we hebben er eentje. We hebben er een. We hebben er gewoon eentje. En die kunnen we... Niet hoeven niet eens over te praten. We hebben er gewoon eentje. Wel om te bakken. Toen we denken aan die Legend of the Gobbo's. Ja, deze is heel lief. Zoals een staartje is lief. Hij heeft zo'n pluimpje aan zijn staartje. Dan moet je even je... Oh. Wat gebeurde? Kijk. Ja, dit is tier S. Een kangeroe muis. Tier S toch? Ja, tier S. Gewoon niet meer over hebben. Ik zat wel, wilde het wel over hebben. Zijn beentjes zijn, ik ga wel denken van, oh, ik zie gewoon zijn spieren zitten. Maar uiteindelijk is het wel gewoon een tier S. En dan moet je gewoon door de vingers zien. Dit is geen wenspuntkeeper. Maar voor de mensen die nog niet overtuigd waren, wil ik toch nog even deze foto laten zien. Wacht, is hij nu nog steeds geen tier S volgens jullie? Kom op even. Als alles een tier S geven, dan moet dit toch helemaal tier S zijn. Hij zoog maar is nu mijn event en erg kute. S-tier-dier. Dit is geen wenspuntkeeper. Hey mannen, wat dachten jullie van draken, dino's en katgirls? Die zijn heel cool en jullie zijn heel lekker bezig. Fantasy Realm, dit is geen wenspuntkeeper. Wat is een catgirl? Hij heeft het al meerdere keren gezegd. Alsof het echt iets is. Ik doe me echt aan de bad girl denken. Hoe heet die vrouw? Even googlen. Oh ja, die is wel heel lief. excuse me, ze de human male. Mensen zijn zo nooit schattig, gewoon. Dit is geen wenspuntkeeper. Wat dacht je van een baby albatros? We gaan geen baby's, we willen best albatros doen. Nou, maar ik vind dat het... Baby's mogen, want het zijn alle schattig. Dat was dus maar de regel. Maar ik wil het wel gewoon even zien. Een zeeolifant is tires. Dan is het inderdaad elke dier... Oh, je moet. Ja, mag het niet. Kom, mag het niet even. Maar het is elke dier tier-S, hè? Mag het niet even. Maar dit slaat dit is dus een tier-S. Maar dit is niet eerlijk, want alle baby dieren... Dit is gewoon echt het schattigste wat ik ooit heb gezien, zo'n beetje. Dit is niet eens... Het kan niet eens... Het is gewoon de top. Je hebt hier echt aan de maximum. Ik heb het gevoel, als we hier nog doorgaan met deze lijst, dan is het eigenlijk disrespect naar dit mannetje. Deze is zo schattig, dat slaat nergens meer op. Dit is gewoon over, zeg maar. Ring the damn bell. Het is over deze. Kijk er nou. Dit is een lekker mannetje. Dit is een lief mannetje. Dit is gewoon, hier is je wat ouder. Nog steeds heel lief. Nog steeds boeit hem, en het boeit hem niet. Nee. Maar je hebt dat irritante beest. Die otter die heel leuk naar je probeert te lachen. Ja, die gaat glimlachen naar en deze die zit gewoon boeit te kijken. Het boeit hem niet. Hij is lief. Deze is zo tier S. Het is triple tier S gewoon. Moeten we eigenlijk bijna... Wil je stoppen met deze lijst of wil je nog iets aan toevoegen? Nee, ik wil er nog wel eentje doen gewoon. Maar ik vind het wel... Ik weet dat ik het respectloos vind naar de baby albatros. En we hadden het ook eigenlijk niet moeten googlen. Want ik wist eigenlijk al een beetje dat het gewoon... Gewoon nog eentje doen. Kijk, ik scroll even terug of we nog een gemist hebben. Een Star Wars man. Of albatros tegen maan. Kijk, Alberto Stegeman. Bart Stegeman, dat is gewoon tier B. Van tier B. Clean. Komt de Ewok hier ook in voor? De Ewok. Dat is toch een Star Wars man? Ja, zijn nu allemaal Fantasy Realm. Oh, we zijn in Fantasy Realm zitten we nu. Baby Albatros, heel schattig. Woestijnuil, hebben die al gehad? Woestijnuil nog niet gehad. Uil,
daar verwacht ik wel veel van ook. Uiltjes zijn gewoon eigenlijk al tier S. Dat kan je al, nee. Oh, voor de uil vind ik het weer. Maar je hebt ook weer verwachtingen, weet je wel. Ja. Ik geef hem wel als ze zien. Deze gaat chill doen en alles. Ja, ze zien hem nog niet, maar deze gaat zo chill. Kijk nou, deze uil gaat chill proberen te doen. Denk je dat je slim bent en zo? Je doet echt alsof je slim bent en alsof je me kan verslaan in een IQ-test. Gaat niet lukken, gast. Gaat amper lukken. Misschien best of. Best of drie, ja. Misschien, maar misschien dat is gewoon, dan ben ik ook gewoon uitgeput en dan kijk ik zelf aan. Dit is geen wenspunt, keeper. Maar dit is geen... Toerako, we hebben nog geen gevogelte. Dit is een... Dit is gevogeld, toch? Dit is een vogeltje, ja. Dit is een tier B, denk ik. Nou, voor de, maar dan met een kerkuil ga je hem dan vergelijken en dan denk je al van, is die B dan, is dat het waard? Maar dat is een beetje het ding, net als met die salamander. Dit is een woestijnuil en die gaan we beoordelen, die woestijnuil. Ja, dan zeg ik C. C, maar hij is nog wel best wel lief. Hij is niet gelijk helemaal niet lief omdat deze uil niet lief is. Ja, maar B, ja, oké, okay, ja, nu weet ik niet wat ik moet doen, want ik ken die kerkuil nou eenmaal. Ja, maar kijk dat uiltje. Hij is nog wel lief. Babyuil zoeken? Nee, geen babyuil zoeken. Hij is nog wel lief. Hij is niet gelijk C-waarde. Hij is nog steeds wel lief, maar voor een uil kan het echt wel een lage uil. Ja, daarom vind ik het moeilijk om een B te geven. Ja, maar, toch, maar je moet het vergelijken met die andere dieren die staan. Ik kan mijn uilenkennis niet loslaten, Tim. Ik kan er niks aan doen, maar het gaat... Het is tier B, gewoon algemeen schattigheid. Tier... Ik zeg C, jij zegt B. Wil je hem gewoon op B hebben dan? Ja, B is goed. Maar ik vind het onzin. En dit is niet met mijn lijst. En ik zet me... Echt, ga je er echt... Ja, ik ga me wel... Handen ervan afhalen. Handen ervan af, dit lijstje. Dus ik weet niet of je dat wil, dan lok ik hem nu. Nee, lok hem maar. B is goed. Nee, niet met mijn lijstje. Nee, dat maakt dit is belachelijk. Deze uil is niet schattig genoeg. Nee, hij is wel schattig. Nee, niet schattig Hij genoeg. Is wel schattig. Maar hij is C. Een 7 qua schattigheid. Dat is gewoon een tier C, B. Ongeveer. Nee, weet ik niet. Eens even kijken. Plompelori. Nou, dan gaan we gewoon even eentje uit de chat pakken. En dan hebben we hem gewoon voor mij dat tierlijst gewoon af ook. Pooglijst. The fuck is dit voor een ghoul, joh? Dit is Plomplori. Zijn naam past er wel goed bij. The fuck is dit nou weer? Dit is lullig, want deze foto is weer een beetje manipulerend. Deze is fucked up! Ik vind dit een eerlijkere foto. Nee, hij is eigenlijk... Oh, hij gaat wel echt... Hij is echt creepy. Hij wil echt wel in hij de lijst. Hij is een slechterik of zo, dit beest. Nee, hij is heel leuk aan het doen op dit moment. Dit is een dubbele punt P op zijn minst. Maar dat ga je er niet doen. Dit vind ik fucked up, juist. Hij is wel een beetje creepy. Vind je hem niet creepy? Nee. Hij probeert bijna creepy te doen, het lukt hem niet eens. Want ik probeer... Nee, maar deze foto wil je eigenlijk laten zien. Die is echt fucked up. Moet ik hem die is geen gewoon creepy, hoor. Hij is gewoon vooral creepy. Maar deze ook. Hij is gewoon vooral creepy. Ja, maar deze foto is echt niet normaal, zeg maar. Dit is geen wenspunt, keeper. Kunnen jullie mijn rathond Tyrann? Insta, basic liggen, streepje, B liggen, streepje, nog een keer doen. Maar niet volgen, alsjeblieft. Kijk, dit. Dit is fucked up. Hij heeft lippen. Je gaat niet iets wat schattig geeft, deze maar geen deze lippen. Maar deze is wel erg leuk. Nee, maar ik vind je nog enger. Hier doet hij dus alsof. En dat is het probleem. Je kan er zo intrappen, maar dit is hoe hij dus is. Ik vind ze allebei niet lief. Ik vind het echt een beetje eng. Ja, ik vind het gewoon een beetje eng. De chat zegt ook naar. Een tier F. Een tier F van de chat. Hè. Gewoon echt slijm. Echt slijm. Waarom zijn ze zo boos op hem? Heb je deze foto van hem gezien? Hij is gewoon eng ook, hoor. Nee, ik ga niet F tier geven. Tier C zou ik zeggen. Ja, maar ik dacht dat jij veel lager wilde. Nee, maar gewoon... Ja, ik vind hem leuker dan een uil. Ik vind hij best wel oké, deze grote. Kijk hem nou. Kijk hem nou. Hoe kom je deze op straat tegen? Die kan je gewoon aan waarschijnlijk. Hij is gewoon groter dan een mens, zo zie ik hem opvonden. Ik kan je ook wel een C geven, want het is... Het maakt mij niet uit, het is toch jouw lijst. Want ja, het is een engertje gewoon. Het is een engert van alle kanten. Kijk, wat zei je nu? Welke wil je doen? Nou, misschien nog eentje uit de chat en dan hebben we gewoon een mooie lijst, of niet? Ja, maar ik vind de A. Oké, okay, maar je wil nog eentje in je A. Nou, dat hoeft niet hoor. Als je nog één voelt, maakt niet uit hoor. Dan, ik vind ben nog gewoon vind, prima, maar maakt niet uit. Nee, stuur het gerust aan. Nou, we gaan laten even de Saiga antilopen nog even kijken. Antilope kan goed zijn. Maar ik verwacht er eerlijk gezegd niet heel niet veel van. Maar al mijn paardjes zijn gewoon over het algemeen gewoon schattig, toch? Nee, ze zijn best geflipt. Ja, oké. Okay, ja, als je weet hoe groot ze zijn ook weer. Ja, maar ook hoe ze kijken en ze hebben gewoon kapseltjes. Wacht eens eventjes. Wacht eens even, wat hebben we hier mee te maken? Is dat die van Star Wars is dit? Of? Is dit die van Star Wars toch? Het ziet er wel echt uit als een outer space realm beast.
Maar is hij lief of is hij heel irritant met zijn... Dat is het nu een ding. Is hij lief of irritant? Hij is absoluut niet schattig. Is hij niet schattig? Maar hij is ook weer wel een beetje schattig ook wel weer. Ik stel slime voor. Slime! Slime! Kijk hem nou. Hij is ook gewoon wel lief. Is hij lief of is hij... Rompie? Ja, Rompie Toompie is toch juist lief? Nee, dat is nooit lief. Rompie Toompie is best lief. Boes. Ja, Boes is niet lief. Die heeft hij is wel een beetje lief. Biceps heeft hij. Ja, hij is wel fucking sterk. Best met zijn koe en zijn stier. Os. Nou, ik vind... Hij is een os. Oh, sorry. Ik zou zeggen, deze vind ik gewoon wel lief. Nee. Kijk, ik kan hem op... Het hoeft niet per se slime dan. Ja, kom op, kom op even. Mier dan. Mier? Mier, ja. Je vindt hem even lief als een mier. Hij is niet schattig. Hij is gewoon full on geflipt. Hoe kun je dit leuke mannetje die echt... Hij, op de foto zie je dat hij aan het lachen is. En deze man zit echt zo... Ik vind die echt creepy gewoon. Hij kijkt echt naar je van... Hij weet nog niet wat hij met je gaat doen. Maar zijn horens staan er klaar voor in ieder geval. Een tier A zegt de chat... En de chat geeft alles een S, hè? Ja. Nou, dan gaan we net een tier F aan de... aan de Danny Beast. Nou, ik zou eigenlijk zelf zeggen gewoon een C of zo. Maar jij gaat echt naar de E. Ja, dus we kunnen D. Ja. Maar deze is, wat is er lief aan, vraag ik me dan af. Slurfy toch wel. Het is zo'n grote oogjes. Maar dit Slurfy is ook gewoon een gat aan de onderkant. Het is gewoon ranzig, hè? Nou, dan kun je gewoon je vingers in doen en dan is het... Ja, nee, dit is echt een slubbergat gewoon. Ja, lekker kietelen. Nee, ik vind het echt niks. Dat is gewoon een persoonlijke smaak dan ook. Ja, nou ja. Dat is gewoon een persoonlijke smaak. De lijst staat alleen maar kutten en kutten, dat is alles wat ik zeg. Nee, ik heb het gevoel dat het wel een goede lijst is. Even, kan je naar boven scrollen? Oh joh, ik dacht dat we helemaal boven waren. Ik ga zelfs een tier slime tungo zeggen, maar dat is gewoon... Hij gaat zelfs voor de tier slime nu. Is dat een dier of is het een... Dat is Tungo Tungo Kasia Kasia, of niet? Oh ja, oké. Dat is zeker. Is dat niet? Volgens mij wel. Dat ben ik gewoon gestuurd, ja. Je bent heel scherp. Is het Tungo Tungo? Iemand zegt... Een monkey. Kunnen we even een monkey? Wat is dat voor... Dit is geen wensputkeeper. Wat vinden jullie van de Afrikaanse stierkinker? Kreuzenkinker. Kijk hoe gefocust hij is. Hoe irritant hij is. Die is echt aan het focussen. Irritante kak. Hij probeert irritant. Hij probeert het niet eens. Het lukt hem wel echt perfect gewoon. Al ging hij ervoor is de prestatie, maar hij gaat er niet voor. Ik ga even huilen zelfs als irritante koppie. Die is zo irritant, dat slaat nergens meer op. Oké. De stierkikker. De stierkikker. Wacht eens even. Ja, maar ik vind jullie, en het is niks persoonlijks wat ik nu ga zeggen, maar jullie kikkerkeuze is echt heel zwak vandaag. Er zijn echt leuke kikkertjes hoor. Kijk nou. Is het... Ja. Dat is een beetje een agressieve kikker. Hij wil niet eens schattig gevonden worden. Maar dat is wel vaak ook wel goed hoor. Nou, maar ik ga... Dit is gewoon toch een F? Ja, ik ben met een mier denk ik. Nee, hij past echt precies naast deze rothond hier. Die vervelende hond. Zou hij ook bijna uitgestorven zijn omdat iedereen zo agressief van zijn wordt? Ik kan me best voorstellen, loop je... Waar zit zo? Je zit in Afrika of zo. Ik zie het uit alsof je in een woestijn leeft, dat beet, die hond. En dat je langs loopt en dan zie je hem van de zijkant van de weg lopen. Zit je nou maar te kijken, man? Ja, dat je er echt een steentje... Kutkoppie, ja. Dat je echt een steentje gaat gooien gewoon. Want het is gewoon heel irritant ziet hij eruit gewoon. Het is gewoon echt een naar beestie. Die uit je weg gaat gewoon om je schoen uit te trekken om naar hem te gooien gewoon. Dat je zelf ook zegt, wat was ik eigenlijk met binnen? Zeg maar, hij deed het toch? Een springspin dan? Een springspin? Oh, Timon. Een springspin. Ken je deze? Ik weet niet waar we het nu over hebben. Een springspin. Je denkt, je verwacht van een spin, denk je dat wordt niet schattig? Ja. Ja, het is best wel eng. Jij pakt nu deze, maar ik kan ook die andere pakken. Ik heb bijvoorbeeld ook deze pakken. Ja. Maar ik wil deze pakken. Ja, je pakt ervan waar je het liefst op staat, maar ik heb... Bob, deze is niet lief. Maar ik probeer de schattigste te pakken en hij is nog steeds niet lief. Hij is nog steeds niet lief. Maar hij heeft wel oogjes. Ja, hij is heel eng. Hij is heel creepy. Maar deze is te pakken gewoon.
gevoel. Of kijk hoe lief hij is. Nee, deze. Kijk hoe lief hij is. Oké, dit is de liefste. Dit is ook dit is maar die spring. Die springspin. Die springspin. En deze is echt tier S volgens jullie. Deze is echt fucked. Dit is echt fucked up gewoon. Dit is gewoon echt nasty. Ja, dat moet gewoon slime is dit toch? Dit is gewoon slime. Daar is die aap. Spinnen F-tier op rotten. Ja, het is gewoon F-tier. Niet eens bijna een andere. Maar was het oprotten naar ons dat hij spinnen zo fantastisch vindt? Of is hij gewoon klaar met spinnen? Hij is gewoon klaar met spinnen over het algemeen. Vingerdiertje. Een vingerdiertje. Dat moet wel heel lief zijn, want het staat diertje. Volgens mij is het echt een mini mannetje, toch? Oh, fuck is dit nou weer voor iets rand? Ja, hij is een rand. In mijn hoofd zag ik het echt, ja, dit is hem wel, maar... Probeer eens even schattige dieren op te gooien, jongens. Want dit is gewoon nasty, gewoon. Ik heb het gevoel dat ik alle dieren schattig vind. Ja, dat dacht ik ook, voordat we een heel serieuze lijst gingen maken. Maar ze zijn allemaal niet lief. Oké, jongens, zometeen gaan we nog één schattige dier uit de chat gewoon pakken. Zodat jullie echt denken, deze is gewoon het schattigst. Hij doet weer alsof hij schattig is, maar kijk zijn geflipte vingers. Ja, zijn vingers, het is gewoon creepy. Zijn ogen zijn te groot, het is gewoon eng. Kijk me knuffelen met een tak, ik ben erg dit is een spin, dit is een mier. Ja. Maar die vingertjes, is wel bijna horror gewoon. Ja, zijn ogen, het is gewoon echt een eng beestie. Dit is gewoon een eng beestie. Maar toch is het bijna schattig, en waar komt het dan voor? Gewoon omdat het een balletje ik is. Wil niet, ja, omdat je weet dat hij lief is waarschijnlijk, maar ik wil niet met hem knuffelen. Al zou ik hem zo zien. Maar hij kan wel goed met zijn vingers, kan hij echt gewoon goed... Dit is geen wenspunt. Ja, dat is wel zo. Zeven knuffel. Bitspringhaan kreeft. Even die bitspringhaan, en daarna gaan we uit de chat eentje pakken. Dus stop met chatten, en zometeen gaan jullie schattige dieren opnoemen. Stop even met chatten. Flapjack octopus. Octopus ook nog eventjes dan. Die kreeft, dat ga je toch niet eens opzoeken, dit is gewoon slime. Wat is dit nou, jongens? Dit is echt, laten neem jullie het wel serieus, vraag ik me dan af. Dit is gewoon... Wat de fuck is dit nou weer? Schattige dieren. Hij is niet eens wat. Hij is niet eens iets. Hij probeert iets te zijn en hij is niet eens wat. Kijk even die octopus. Jack is toch? Oké, de octopus, de octopus moet toch lief zijn? Is ook een plush van, dus dan... Oh, kijk, deze doet wel zijn best. Maar toch, ik probeer een schattige foto te vinden, maar welke is... Hij is niet lief, hij is gewoon slime. Hij is letterlijk slime. Hij is gewoon... Dit is gewoon 3D. Dit is 3D. Dit is gewoon een balletje slime. Hij is letterlijk slime. Hoe kan deze niet in de... Dit is letterlijk slime. Slime tier. Dit is gewoon... We hebben een ding met slime gemaakt. Maar dit zijn wel, zeg maar, de mensen hun favoriete schattigste dieren, dus... Ik dacht dat het allemaal S-tier zou worden. Juist, omdat iedereen alleen maar schattige dieren... Ja, schattige dieren gaat opnoemen. Dat is met de PlayStation. Dan gingen we uiteindelijk ga je toch maar de bekendste spellen opnoemen. En dat is alles hoog. Maar dit is, probeer het en het is gewoon slime. Dit is gewoon een hoopje slime. Het probeert lief te doen, maar het is een lief hoopje slime. Maar het is gewoon slime nog altijd. Ja, ik kan hem deze geven. Want is hij echt vervelender dan deze hond? Nee, die irritante hond moet ik over de hond heen doen. Ik hem niet meer te zien. Kom die hond niet meer te zien. Ik ga bijna zo'n klote beest opzoeken om gewoon even eentje te trappen. Gewoon. Dat gevoel krijg je van moet je niet doen natuurlijk. Ja, oké, ga niet doen. Maar ik krijg wel, als ik hem langer zou moeten zien, dan zou ik het overwegen. Ja, ik denk dat de chat dat wel snapt, maar hem gewoon niet doen. Tier S zou mensen slime geven. Hij wordt ook slime genoemd. Dit is geen mensen allemaal moment dingen noemen nog. Axolotl, tier S. Axolotl, dat is toch wel tier S, zou je in mijn hoofd denken. Ja, denk ik nog wel. Nou, kunnen we even zien. Dit is geen wenspunt, keeper. De chat, Timon zei, stop nou even met chatten hierna. Dan kunnen we stoppen. Maar opeens gaan mensen allemaal dingen geven en dan voelt je licht om te negeren. Ja. Oké. Dit is tier S en dit is clean en dit is een peppermint. Ja, echt? Lock hem in. Lock hem wel, ja. Kijk hoe lief hij is. Hij is gewoon heel, alles aan hem is lief. Ik dacht aan de A, het zit een A in mijn hoofd eigenlijk. Maar eigenlijk is hij, want hij is wel nog steeds 50% slime, hè. Maar alles aan hem is lief, zeg maar. Werkelijk alles aan hem is lief. Ik kan het ook niet echt ontkennen, want hij is gewoon echt een heel leuk koppie. Ja, maar als hij deze dan weer... Al pak je een ander kleurtje, deze is maar zo'n albino. Ja, maar en deze dit vind is... ik ook nog steeds leuk. Maar is deze geen tier S meer? Deze is geen tier... Kijk, dat is fucked. Dat is gewoon een paling. Hij is wel schattig nog. Ik vind hem nog steeds schattig. Hij is wel een beetje slechterik gewoon... ook, hoor. Nee, dommer gewoon. Maar hij is niet lief. Dit is echt... Dit vind ik geen tier S meer dan. We kunnen hem ook naar de A doen. Ik vind het wel verschrikken, dat plaatje van net. De axolotl is eigenlijk gewoon normaal gesproken tier S. Maar goed, hij is gelokt, Tim. Ja, hij is gelokt. Ik vind het jammer, maar... Oké, nou, de bonobo-aap.
Dit is geen wenspuntkeeper. Wat dachten jullie van de palus? Wow. Ja, dit vind ik echt gewoon... Deze dan ook, joh. Alsof je me wil bedreigen is het gewoon. Dit is niet normaal meer. Dit is gewoon echt fucked up van alle kanten. Dit is gewoon ongeveer hetzelfde als die, als die hond. Deze, ik vind apen gewoon echt eng, gewoon. Ik vind het gewoon echt heel eng. Ze zijn gewoon, onvoorspelbaar zijn. Ze zijn gewoon geflipt, zien ze eruit. Ze zien er gewoon niet lief uit, ook. Dus... Die is echt fucked up, gewoon. Dit is geen wenspuntkeeper. Blobvis. Blobvis. Timo, jij moet maar... Falas ook nog, maar ze gaan allemaal dingen doen. Falas betekent penis, volgens mij. Oh, oké. Okay. Dus het is gewoon mooi hoe vaak ik gestuurd word vandaag. Maar mijn woordenschat is gewoon niet zo groot. Ik ga hem wel even googlen voor je. Ja, dat is een penis. Dat is een penis. Dat is een penis. Ja. Wel lief, wel lief penis. Nee, dat is echt heel schattig. Nou, ik zou wel die B gewoon... Even kijken, wat is de andere, de blobvis? En volgens mij... Oh, nog meer slime. Gewoon nog meer nog slime. Nog meer slime, jongens. Ik heb het gevoel dat jullie niet meer de schattigste dieren doorsturen. Dit is gewoon slime. Dit ziet er gewoon nog benbaarder uit dan een penis bijna. Ja, ja, dat is echt zo. Vinden jullie de Russische dwerghamster ook zo slim? Ja, als een hamster die het gaat redden, de laatste, ja. Dan weet ik... Dan gaan we daar nog eentje uit de chat doen, want nu worden alleen maar mensen voorgetrokken die aan geld aan het strooien zijn. Ja, ik pak wel een beetje de schattige, maar dit is gewoon casual hamster. Een hamster? Ja, maar dit is wel bijna S, maar omdat ze zo saai zijn, beïnvloedt me wel. Maar dat is, mag je niet meerekenen hoe ze zijn. Maar hamster is A gewoon... dan? Of wil je echt S? Ik denk eigenlijk wel eerder een A, want hij is geen kiwi, hij is niet dit dat kangeroe muisje en hij is ook niet axolotl. Wedden dat jullie de Nuddy Brandje of de zeeapig niet kennen? Komt hij weer... Ook weer, betekent dat ook weer pijn naar de sea pig? Sea pig? De sea pig. Maar het is allemaal... We kennen ze nog niet. Nog meer slime! Maar jullie zitten alleen maar slime te sturen. Dit is gewoon puur slime. Dit is gewoon eng. Ik wil niet eens weten dat dit bestaat. What the fuck is dit? Dit is gewoon een hoopje slime. Tuurlijk is het even schattig als die... Irritante hond. Irritante hond, maar kom op. Dit is gewoon puur slime. Oké, chat. De laatste is aan jullie. Typ het schattigste dier wat jij kan bedenken nu in de chat. Gewoon dat je in je hoofd denkt van... Dit is het allerschattigste. Sorry, als er nog alerts binnenkomen, dan... Oké, Peter, ik zie er een. En dit is... Die kan breken of maken. Olifant spitsmuis is gelijk. Spitsmuizen zijn erg lief. Dat weet ik wel. Maar iemand zegt... Als allerlaatste, de capybara. Ja, daar gaan we niet over beginnen, Tim. We gaan de capybara bekijken. Waar moet je die dan kiezen? Want het was best een gezellige stream uiteindelijk. Tuurlijk, in het begin was het een beetje... Maar we gaan deze de capybara bekijken en dan gaan we... Ik weet hoe hieruit ziet. Je hebt vooroordelen, heb je. Ik weet, ik heb hem vaak genoeg gezien. Ben je wel eens bij een dierentuin geweest? Of elk dierenpark, of wat dan ook. Ze zitten in elk hok gepropt, omdat ze gewoon echt... Het maakt niet uit, het gaat om schattigheid. En ze zijn schattig. Maar ze zijn dus niet schattig. Het is echt zo van, oh, wat moeten we er zelfs mee? Is dit schattig? Dan gaan we even... Een goede foto. Ja, dit is heel lief. Dan gaan we even Deze is heel lief. Gaan we even kijken. Dit is echt heel lief. Ja, dit vogeltje is heel lief, ja. Maar kijk hoe vervelend deze man is. Nee, Peter, deze is gewoon lief. En dan kan de chat de poll starten. Capybara is... Easy slime. Is slijk. Slime?! Ik ben klaar met capybara's. Nee, ik ben klaar met jou. Nee, ik ben echt... Als je een capybara op tier slime probeert, slijk, dat nog onder de slime staat... Ja, ik wil een aparte vorm. Nee, Peter, echt. Ik ben echt klaar met je. Je kan een capybara geen slijk geven. Je kiest de slechtste foto van hem en dan ga je hem op slijk... Capybara's hier zijn... Hier nog een foto van een vogel. Extreem schattig. Ze zijn groot, ze zijn knuffelbaar. Ze het zijn grote. Heel lief. Maakt ze zijn whatever. Het grote maakt ze irritanter. Ze zijn zo schattig. Je hebt zeg maar de hamster. Dat zeg maar moet je je voorstellen dat je gaat gehurkt bij hem zitten en hem gaat knuffelen. Ik wil het niet voorstellen. En je gaat knuffelen. Ik vind die lekker. Niet voorstellen. Dit is zo lief. Ik heb een video gezien waar hij naast de pelikaan ik wil niet zit. Horen,
En dan probeert de pelikaan hem op te eten. Boeit ze niet, vindt hij lekker. Alsof hij geaaid werd, was het. Jammer. Vond hij lekker. Ik had die video waarschijnlijk gezien, al was hij wel opgegeten. Nee, echt. Extreem cute. Wat zegt de chat? Wat zegt de chat over de capybara? F. Wacht, het is heel verdeeld. Of zie ik dat verkeerd? Een tier S. Clean tier S. Echt easy tier S. Peter, echt. Gewoon tier S. Ik heb hem slijk. Nou, ik heb gelokt. Ik kan je echt niet missen. Ik kan je gewoon niet meer serieus. Eerst die videogames. Dan dit. Heb je wel een smaak? Snap je wat je aan het doen bent? Voor mijn gevoel was echt... Zonder jou is lekker weer... Hallo! Nee, dit heeft nee. Hallo! Nee, een slijka. Doe normaal, gast. Dit heeft de hele lijst gered. Hij wankelde, als jij hem op S had gezet, dan was die hele lijst helemaal verneukt. Zonder jou is lekker spelen beter. Zonder jou is lekker... Toen je weg was, was het al bepaald, waren de cijfers beter. De cijfers waren niet eens beter. De cijfers waren beter toen je weg was. De cijfers waren aan het dippen toen ik weg was. Nee, toen ging je net top. Ik heb grafieken voor je, volgende keer pak die er gewoon bij. De stream was beter toen die capybara weg was. En ik zou het eigenlijk willen weten. Maar ik hoef eigenlijk niet met je te spelen of wat dan ook, niet meer niks te maken hebben. Want voorlopig niet voorlopig niet eens met praten met je. Nee, maar als je gewoon eerst twee lijsten capybara op slijk op kutte gast. Je moet gewoon iets overdrijven. Nee, oké, maar je weet wel hoe ik erover denk. Je weet hoe ik erover denk. Als je doorgaat, Timon, ik snap bijna. Nee, ga niet stil dan gewoon. Ga dan niks zeggen. Geen laatste woord. Ik wil hierna niks meer zeggen. Het maakt niet uit. Oeh! What you gonna do? What you gonna do? Ik zei het toch? Nee, ik zei ook van, maakt niet uit. Kijk naar de nudie branche. Ik ben helemaal niet meer in de stemming. Ik ben er klaar mee en ik ben er klaar met jou, Timon. Ik ben klaar met jou. En zeg maar, ik vind... Dit is niks persoonlijk bedoeld, maar jij haalt de hele tijd bij van... Oh, toen jij weg was, was het leuker. Ik zou willen weten hoe het is. Ik hint het alleen maar. Nee, ik weet hoe het is. Ja, maar ik zou willen weten hoe het was zonder jou. Dan kunnen we dat even testen. Misschien dat wil niemand. Dit is geen wenspunt. Oh, dan hadden we een tierlist. De chat doet alles op S. Ik doe alles op S. Dat was gewoon leuk geweest. Okay. En nu zitten we... Oh, alles is net niet leuk. Oké, Peter. Nou, Peter, jongen. Okayen. Nee, ik ga je okayen en ik ga het niet afsluiten. Ik ga jou okayen. Nee, ga niet. Dat is lullig. Gaat ver. Moet je me geen kans geven, want ik ga het doen. Ik heb jou al okay, dus dat gaat niet terug doen. Dat is zielig zelfs. Oké, mooi man. Hey jongens, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik vond ik zat best op een lijn met jullie. Ik weet niet wat jullie vonden van deze stream. Of er iemand was die de laatste tijd al een beetje de streams verpest. Maar moet je nog een dom sponsorpraatje doen nu? Want dat is toch je ding nu? Nou, ik wil even zeggen... Ik wil even Samsung bedanken.